Hallo en welkom bij een gloednieuwe Powerpraat, jouw favoriete podcast over games en andere entertainment. We hebben het vandaag over aflevering 237 en dat is volgens de officiële Luc-telling. We hebben Wouter zijn afscheid. Die gaat in ruime bewoordingen uit de doeken doen waarom en hoe en wat hij eventueel later gaat doen. Maar verrassing, we weten het nog niet. We hebben het over die Schotse game die werd verkocht als een Ierse game. Dat is, daar gaan we even op terugkomen. House of the Dragon. We hebben het ook over game statues en pre-orders. Makkelijke en moeilijke games. En dan kun je het niet anders hebben dan over Elden Ring natuurlijk. Astrobot updates. Battle Aces. Angerfoot. We hebben het ook over, hoe heette die game nou? Darkest Dungeons 2. Lijkt in geen enkel opzicht op zijn voorganger. En dat was het ongeveer, toch? Ik denk het wel. Zo'n beetje. Ja. Nou, heel veel plezier. Duurt ongeveer 1,5 uur. Nou, dan moet Lekker. Je wel een tijdje mee zoet zijn. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren alvast. Ja, welkom weer bij een nieuwe Powerpraat. Wouter en Florian, van harte welkom. Dank u. En een dikke dankjewel aan onze vrienden bij Kia. Oh. Want die zorgen ervoor dat we deze aflevering kunnen maken. Oh, oké. Dat was fijn. Tenminste, we hebben natuurlijk... Kijk, jullie kennen Kia natuurlijk als een automerk. Maar yes, die sponsoren bijvoorbeeld ook die League of Legends finals van LEC. Oh, dus die Europese, die Europese league, zeg maar. Okay. En het geinige is, we hebben dus... dit is echt wel geinig. Zeg maar omdat zij dat sponsoren, is er in Purmerend hebben ze een Summoner Showroom. En dat wil dus zeggen dat als je die LEC finals wilt bekijken, ja, dan is dat wel zo leuk als je dat met andere mensen kan doen. Want okay, alleen op de bank, dat is ook maar zo. Is alleen ook, op de bank. Okay, ja. Ik bedoel, ik kijk het EK, voor zover ik kan, ook gewoon met vrienden. Natuurlijk. Maar het leuke is, je kunt je dus aanmelden via pieper.nl/Kia en dan haalt Martin je op in een Kia. Huh? Nou. Okay. Om naar die Summoner Showroom te gaan. Nou, dat wil je niet. Dat is wel is vet. Er nou Summoner Showroom het of Samurai Showroom? Summoner Showroom. En daar zijn ook allerlei League of Legends bekende gezichten. En je krijgt masterclasses. En je kunt er met vrienden kijken en dat soort shit. Het is echt wel tof. Cool. En je kunt kans maken op tickets voor de grote finale in München later dit jaar in september. Dus okay, dan. Ga even naar pu.nl/Kia als jij van League of Legends houdt. En het leuk vindt als Martin jouw taxichauffeur is. Hoe vet is dat? Ja, toch? We hebben vandaag een uitzending. En die zit, een uitzending. Die wordt uitgezonden. Boordevol. Boordevol zit hij. Met dingen. Maar ik denk het allerbelangrijkste is Wouter. Hallo, natuurlijk ben ik ook wel belangrijk. Ja. Dus de vorige keer, altijd. Toen waren we ons van geen kwaad bewust, had je het over hele grote judokussen van zwijnen en alles. Godskeleer. En ineens kwam daar het hoge woord op de website. Ja. Wouter zinkt in de lava met zijn duim en middelvinger in de lucht. Geen idee. Inderdaad. Nee, niet met de middelvinger. Dat is niet zo aardig. Het is eigenlijk ook, trouwens, het is eigenlijk geen lava technisch gezien, want het is gesmolten metaal. Maar nou, dat is een beetje een te lange titel. Ah, right. Ja, oké. Gesmolten metaal. Ja. Het is uiteraard gewoon een Terminator referentie. Ja, ja, ik ben heel blij dat mensen die herkennen. Mocht je dat niet weten, inderdaad. Voor de mensen die het hebben gemist, wat is in een notendop het geval? Wouter, die stopt in ieder geval met het magazine. Ja, mijn laatste nummer is PU 0809, waar ik nu druk mee in de weer ben volgende week. Is de deadline die ik uitgesteld heb. Dat kan ik je eerlijk vertellen. Je dacht nog eentje, dus stel hem lekker uit. Ik zei tegen de Marco van de drukkere communicator, zei ik van, wat is het allerlangste dat je deze deadline kan uitstellen? En zei hij, een dag. Ik zei, kut. Maar ja, dat wordt nog even een mooie. Want ik ga Dragon Age op de cover zetten. De Veilcard op de cover zetten. En ik heb nog even een 10-pagina superhelden special eruit geramd. Hoppakee. Holy shit, ja. Ja, oké. Okay. Wordt wel echt een Wouter edition inderdaad, ja. Zeker. En terecht. En ik denk dat ik ook nog wel even een fotodumpje ga doen van alles wat ik verzameld heb de afgelopen 18 jaar.
Want 8 jaar is lang, hè? Goh, je, dat is behoorlijk lang. Het is behoorlijk lang, ja. Dat mag legaal drinken nu. Ja, ja. En zoals ik al zei in de blog ook, is dat het wel even een procesje was om mijzelf los te koppelen van mijn Power Unlimited identiteit. Want dat was eigenlijk een soort van één. Ik was gewoon die gast van puur. En het is niet alsof dat... Het is wel lastig om daar om mezelf nu even anders te zien dan dat. Want wat kan ik nog meer en wat wil ik? En waarom... wat zijn mijn vervolgstappen in het leven? En die kan ik jullie nog steeds niet vertellen. Nog steeds niet? Ik dacht dat je inmiddels al iets wist. Ja, ik weet wel wat. Maar omdat ik het contract nog niet ondertekend heb voor mijn nieuwe job, kan ik nog niet divulgen. Ja, yeah, I don't want to take that a moment away from them, zeg maar. Het is wordt daadwerkelijk een groot ding, een persbericht. En het komt op nu.nl. Of ze minst wel, ja. Ja, precies. Je wordt de CEO van KNVB. Ja, dan ben ik echt wel de meest geschikte persoon voor die ik me kan voorstellen. Dat lijkt me wel lachen. Hij weet inmiddels wel wat KNVB is, dus er zit wel groei in. Dat is inderdaad waar, ja. Koninklijke Nationale Voetbalbond? Zoiets. Ja, zoiets. Ja. Zoiets, niet ja, Nederlandse. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, dat is ook wel belangrijk dat het Nederlandse erbij zit. Nee, dat niet. Nee. Ik blijf wel in de game-industrie, kan ik jullie vertellen. Precies. Dat ben ik wel blij mee. Blij mee. Tenminste, ik zou het wel zonde vinden als al deze 18 jaar aan ervaring geweest wordt aan de Volksbank of zo. Nou ja, al gemiddelde Powerpraat geluisterd wordt redelijk geweest nu ook al. Speaking of, het was een Schotse game. Het spijt me enorm. Ik wilde er later op terugkomen. Oké, daar komen we later op terug. Ja. Ik ga stoppen. Het is niet helemaal mijn keuze geweest, moet ik eerlijk bekennen. Want je moet me gewoon wegschoppen. Want anders ga ik niet weg. Zo simpel is het. Kill it with fire. Ja, ik heb hier ook natuurlijk... Hoe lang heb ik op de redactie gewerkt? Iets van 10, 15 jaar. Ergens tussen de 10 en 15 jaar. En toen moest ik ook gewoon weggeschopt worden van... Ja, word maar freelancer, jongen. Want dit gaat niet zo langer. En nu, word niet weggeschopt. Zo lomp is het ook weer niet. Maar het was wel mijn plan om gewoon de puur wave uit te rijden. Het klinkt een beetje alsof je van een grote berg bent geschopt en je hield je nog met 3 vingers vast. En zeg maar 1 grote bad guy die pinkt zo al je vingers 1 voor 1 weg. Ja, precies. Ja. Met zijn naar. Yep. Nee, zo is het niet gebeurd. Dat is allemaal veel te dramatisch. Nee, maar waar was ik mee bezig hier? Train of thought wel. Ja, sorry. Nee, jouw train of thought is sowieso al snel gederailed. Is een locomotiefje. Echt zo, Thomas the Tank Engine. Ja, die is snel gederailed. Dat is zeker waar. Je wilde graag de wave van het magazine wilde je uitsurfen. Het ding was natuurlijk, ik werd destijds aangenomen om... ik werd freelancer hoofdredacteur omdat... de keuze was van, als je dat niet wordt, dan gaat het blad stoppen, zeg maar. Ja. En dat is altijd dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom ik het ben gaan doen. Ook omdat ik het freelance leven me wel aansprak natuurlijk. Maar ik wil gewoon niet dat het blad ging stoppen. Ik wil niet dat het blad... en ik wil ook even benadrukken dat waar was. Of tenminste, dat mij verteld is. Want het gekke is dat ik nu een vervanger krijg. Which is kind of weird, right? Als in het geval van, het blad was bijna dood. Maar we gaan wel iemand anders in. Maar dat is... We hebben natuurlijk wel een fantastisch 30-jarig jubileum gehad. Ja, precies. En dat heeft waarschijnlijk ook nog wel wat gedaan, geloof ik. En misschien heb ik zelf ook nog wel een beetje bij... I don't know. Weet je, misschien ook wel niet. Misschien is het gekelderd. Ik bedoel, de cijfers die zullen geheim blijven. Maar... Maar hoe dan ook, ik krijg dus een opvolger, Simon, die al ruime ervaring heeft met het hoofdredigeren van magazines. Dus hij gaat vast een prima job doen. Mensen hebben de vorige Powerpraat kunnen luisteren wat hij allemaal van plan is. Ik ga mijn eigen weg, ik ga mijn eigen ding doen en wie weet... Weet je, ik bedoel, misschien ga ik af en toe nog wel een powerpraatje meepakken als het kan. En als het mag van jou, Tjeerd.
Het liefst sluiten we hier op en maken we hier alleen maar pauwpraat. Ja, toch? Ja. Wat mij betreft ook. Nee, maar weet je, ik denk dat dat wel gewoon buiten kijf staat. Dat jij de deur altijd voor jou open blijft staan. Precies. Nou, dat is fijn om te horen. Ja. Maar ja, ik ga iets nieuws doen, which is scary as fuck. Want ik heb eigenlijk niks anders in mijn leven gedaan dan op professioneel gebied dan Power Unlimited. Ik wilde net zeggen, joh, dus wel andere dingen, maar daar krijg je geen baan mee, zeg maar. Dus ik, het is een nieuw hoofdstuk. En ik ben eigenlijk wel blij dat dat afgedwongen is, want misschien was het ook gewoon wel tijd, weet je. Ik had een beetje het gevoel dat Puur en ik een beetje uit elkaar gegroeid waren. It's nice, it's fine. Ik was betreden met een afscheidsblog. Ik heb leuke reacties gekregen. Hopelijk zijn mensen hieronder in de comments ook nog aardig. Maar je mag ook eerlijk zijn. Laten we het hopen van wel, maar ja, weet je. Je mag ook eerlijk zijn. Je mag ook zeggen van good riddance. Want er waren ook wel een paar fucking reacties zoals dat. En dat is ook, ja, fijn. Natuurlijk, dat is prima. Oh. Dat ben ik ook wel gewend. Nee, maar iedereen die heeft natuurlijk zijn eigen mening. Natuurlijk. Ja. Maar op het moment dat iemand... Kijk, weet je, als jij een mooi blogje schrijft over je tijd hier en dit en dat, dus zo, om dan een beetje te gaan... Ja. Het is een beetje jammer gewoon. Ja. Het is een beetje jammer. I don't know. Je mag het natuurlijk ook wel gewoon zeggen, maar... Sure. Ja. I mean, ik bedoel, ik ben room. Het gewend, hè. Dat, na 18 jaar heb je inmiddels... dikke huid. Ja, wel een olifant huid moeten creëren. Want anders kun je elke dag wel janken. Nou, dat is niet waar, want zoveel negatieve reacties heb ik in mijn tijd bij Puur echt niet gehad. Ik vond het echt reuze meevallen. Het was een periode dat het wat minder was, sure. Maar uiteindelijk vond ik de community hartstikke fijn. Ja, weet je wat, ik begrijp het sowieso niet helemaal, weet je. Want iedereen heeft gewoon zijn eigen meningen en in zijn eigen ding. En jij bent je eigen persoontje en Florian is zijn eigen, weet je. En als iemand daar niet mee eens is, ja, fine. Dat is juist precies waar Power Limited voor staat. Ja, iedereen heeft zijn eigen... Character-driven content is wat het is. Precies. Yeah. Dus als je het niet met de ene eens bent, dan ben je het vast wel met de andere eens. Mm-hmm. Wat dan ook, of iets ertussenin. Dus ja. Heb je gedaan met het magazine wat je hoopt te doen? Nou ja, weet je, uiteindelijk... Want hoe lang heb je dit gedaan? 4 jaar. 4 jaar ben je hoofdredacteur geweest. Ja. Precies. Nou, uiteindelijk waren de memes... Weet je, het is niet alsof ik een onbeperkt budget memes. Had. Ja. Veel memes, ja. Het was niet alsof ik een onbeperkt budget had. Ik moest wel houden aan een vrij strikt budget. Wilde ik zelf nog kunnen blijven leven. En okay. Het was niet alsof ik... oneindig veel hoe heet dat artikelen kon mensen kon betalen voor hun artikelen, dus ik had er best wel meer mee willen doen. Ik had er ook nog wel wat marketing tegenaan willen gooien. Ik heb ook nog geprobeerd om een marketing dude aan te stellen om zeg maar een beetje een boost te geven aan het blad en om wat rugbaarheid aan te geven zodat het weer wat beter ging, maar dat is een beetje stuk gelopen. Of tenminste, de wet niet zoveel meer geïnvesteerd. Het was een bepaald vast bedrag voor Puur en dat was het. En voor de rest was het gewoon, bestond het gewoon. En wat er extra opgeleverd was, wat er extra aan advertenties binnen kon komen, dat was al bijna niks meer, maar dat was dan mooi meegenomen. Maar uiteindelijk, het blad was gewoon een vast bedrag, klaar. Ik had graag nog wel erin willen investeren. Ik had graag nog wel wat gekkere dingen ermee willen doen. Maar uiteindelijk qua content... ben ik wel tevreden over wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. En wat ik met het budget dat ik had, heb kunnen doen. Precies. Er zijn misschien nog wat... ik had misschien nog wel wat redacteurs erbij willen nemen, maar dat is neither here nor there. Maar uiteindelijk, ja. Hoe bedoel je met wat redacteurs erbij willen nemen? Ja, dat is... dat moeten we nu even niet over hebben. That's not important. Je weet, als je even gezuur, als je even nadenkt, dan weet je waar het over gaat. Ja, inderdaad. Jij wil weer... Precies, ik zie die kop van Churto weer van... Ik ga even lekker... En benzine op het vuur gooien. Laten we het gezellig houden. Shit, weet niet waar ik het over heb. Het maakt ook niet uit. Het is helemaal niet belangrijk. Maar uiteindelijk, ik ben hartstikke tevreden met het blad dat ik gemaakt had. Je kijkt met trots terug op... Zeker, ja. Je 4 jaar, zeg maar. Ja, weet je wat het ding is? Op een gegeven moment begin je wel...
Ik had wel wat vaker rubrieken willen veranderen of gewoon gekke dingen willen doen. Maar het is, op een gegeven moment zit je ook in een soort van never change a winning formula ding. Weet je, het gaat lekker nu. Ik vind het leuk. Ik vind het blad ook leuk om te kijken of te lezen. En weet je, ik kan wel hele gekke nieuwe rubrieken gaan verzinnen. Maar uiteindelijk is dit ook wat puur is nu. En reviews moet je sowieso hebben. En er zijn gewoon previews moet je ook hebben. Er zijn gewoon een paar vaste dingen. Die eigenlijk niet weg te denken zijn. En het liefst had ik nog een hele overhaul gedaan en alles anders gedaan. Maar dat was gewoon, daar had ik zelf ook absoluut de fucking tijd niet voor. En dat was ook crazy geweest. En dan had ik mijn vormgever niet aan kunnen doen. Dan had ik mijn eindredacteur niet aan kunnen doen. Mijn redacteurs niet. En mezelf ook niet. Dus sure, er zijn heus wel dingen die ik had willen veranderen. Maar uiteindelijk, weet je, we hebben het blad ooit gemaakt met een crew van 20 mensen of zo. Waaronder 5 fulltimers. En nu is het alleen maar part-timers en een paar freelancers. Dus het is niet meer, het is ook niet meer doable om echt hele grote veranderingen aan te brengen. En dat vind ik wel jammer, want wie weet wat je er nog mee had kunnen doen als je gewoon wat geïnvesteerd had. Maar dat is gewoon, dat doe je niet meer in magazines. Het is niet een verstandig investment. Maar ik hoop dat het nu nog lang blijft doorbestaan. Ik bedoel, het heeft al zo lang. Het bestaat al sinds 1993. Dat is echt super lang voor een magazine. Yep. Het is geen vrouwenblad. Dat zijn de enige bladen die nog scoren. Dus het heeft best wel, het is best wel een prestatie op zich. Het heeft heel veel verschillende constructies meegemaakt, verschillende hoofdredacteurs, maar het is er nog steeds. En ik hoop dat het nog jaren kan blijven doorbestaan. Dat lijkt me heel fijn voor mijn opvolger. En de redacteurs, tenminste, hij houdt ook nog gewoon de redacteurs die ik nu heb, voor het grootste deel. Dus zoals jij bijvoorbeeld. Ik blijf. Jij toch ook? Ja, maar hij had me wel gebeld of jij moest blijven. Toen zei ik van, nou nee. Andersom ook, want ik zei van, ja, alleen voor Power praat is wel handig. We houden allemaal van elkaar hier, mensen. Nee, maar goed, ik zou het in ieder geval leuk vinden. Ik vind het, laat het vooropstellen, ik vind het echt fucking jammer dat je weggaat. Jammer. En ook gewoon de implicatie dat we je niet regelmatig meer terug gaan zien, vind ik echt fucking jammer. Want wat we nu aan het doen zijn, vind ik oprecht het leukste van mijn werk. Yep. Ja. En dat nu gaat veranderen in die structurele vorm, vind ik echt, echt heel erg jammer. Vind ik doodzonde. De Dream Team wordt uit elkaar gerukt bij deze, echt. Ja, ik vind het ook jammer, absoluut. Maar in voetbaltermen zouden we nu ook solidair kunnen zijn, hè? Gaan we niet doen, maar... Okay, ik denk dat je dan ook weggaat. Ik weet niet wat er meteen. Nou, dan ga ik ook weg. Nou, houd het gewoon op. Dit was de laatste powerpraat. Adios. Nee, nee. Zo erg is het gelukkig niet. Chet en ik gaan gewoon door. Ja, maar je wordt absoluut gemist. Zonder jou is het geen Dream Team. Nee. We moeten een nieuw Dream Team zien te creëren. maar ja man, thanks voor fucking 18 jaar. Dit was echt gewoon het moment geweest waarop we hadden iets zouden moeten geven. Een bokaal of zo. Een trophy. Bedenk ik me nu. Ja. Bedenk ik me nu. Oh, dit was een mooi moment geweest. Kan ik nu nog iets kopen? Nee, shit. Nou. Ah. Snel iets kopen. Ja. Oké, ja, kut. Hey, ik vond het ook fantastisch. Nogmaals, het werk is niet wat ik... tenminste, het werk heb ik ook altijd leuk blijven vinden. Tot op het fucking einde. Ik geniet nu nog steeds van het puur maken, weet je. En ik geniet ook nog steeds van dit en van jullie. En ik ben ook heel erg bewust bezig met van... Oké, dit is de laatste keer dat ik ook gespeeld ga maken. Dit is mijn laatste fucking cover view. Dit wordt de laatste paar uurtjes dat ik eigenlijk indirect betaald aan het gamen ben. Op zich gaat dat later misschien ook nog wel zo nu zijn. Nu ga je het allemaal verkopen, zeker? Wat, mijn games? Ja, precies. Ja. Hij wordt nu die PR-guy die al die shit verkoopt. Nee. PR? Zie je mij in PR? Echt? Seriously? Kom wat ga je dan doen in de game-industrie? Nee, denk je dat er alleen PR is? Ja, alleen PR. Ja, of reviewers. Ja, toch? Ja, dat is het enige wat er is. Dat is wat er is. Ja. Nee, ja, dat is een... Ja, hou mijn... Met een beetje mazzel hebben we nog steeds met je te maken, zeg maar. Ja. Nou ja, niet... Ja, enigszins. Misschien. Ja, we komen elkaar vast wel tegen. We zitten in de industrie is niet groot hier. Dus I mean... Dat klopt inderdaad. En ik zei sowieso ook, misschien is het wel leuk als... Weet je, want inderdaad, we gaan niet verklappen wat hij gaat doen, maar hij doet wel iets in de gaming-industrie.
misschien is het best wel leuk om gewoon ook uit te nodigen om te vragen van, weet je, hoe werkt dat stukje van de gaming-industrie? Want wij blijven gewoon hier natuurlijk. Ja. Hij gaat moet wel even wachten tot ik ook daadwerkelijk weet wat ik aan het doen ben. Ja, ja, dat is wel handig natuurlijk, ja. Zeker. En dan moet het ook wel iets interessants zijn. Het moet wel, het moet wel interessant zijn, inderdaad. Want als hij straks echt iets zaaddodens doet en dan gaat hij hier anderhalf uur vol lullen met iets zaaddodens. Maar iets zaaddodens in de gaming-industrie, wat dan? Nou, luister, dat heb ik veel. Ik gaat hij heb... Jurassic World 2 werken of zo? Jij lijkt me echt het beste ever. Ja, dat, dat zou dat echt fantastisch zijn. En dan zou het ook 3 zijn trouwens. Holy fuck. Nee, maar luister, ik heb 18 jaar bij Pu gewerkt. Denk je echt dat ik nu... Dat was het lastigste, hè? Ik moest een baan vinden die enigszins vergelijkbaar was met werken voor Power Unlimited. Precies, dit is wat ik constant gevreesd heb. Van, er is gewoon niks anders wat ik kan doen wat haast net zo boeiend is. Ja, echt. The only way is down, zeg maar. Maar nee, dat ik denk ik niet. Ik bedoel, je moet me over een paar maanden weer vragen, maar ik denk niet dat ik naar beneden gegaan ben wat dat betreft. Je hoort het over een paar maanden. Powerpraat met Wouter. Ja, ja. Hey. Hoe ver ben je naar beneden gegaan, Wouter? Ja, precies, ja. Lig je al in de en hoe kut is het? Nee, ik denk dat ik echt een hele vette job heb gevonden. En ik vind het echt knap van mezelf dat het me gelukt is. Want ik dacht gewoon, ja, I'm fucked nu. Het is gewoon niet... Ik heb bijvoorbeeld bij de Quest, dat mag ik wel vertellen, bij de Quest gesolliciteerd. En sure, dat leek me een hele leuke baan. Een hele grote redactie. Maar ja, wetenschap. Was ook de reden waarom ik niet aangenomen was. Is toch iets anders dan games, hè? Ja, dat was niet ook de reden waarom ik niet aangenomen was. Want toen ze vroegen van, wat heb je met wetenschap? Zei ik van, ja, mijn vriendin is wetenschapper. Je had een monocle moeten dragen. Dan zag het er al meteen... Nee, dat ziet er dan meteen zo wetenschappelijk uit op. Wat is jouw 16e eeuwse idee van een wetenschapper? Ja, precies, ja. Monocle ook. Zo goed. Maar ook, dat was een van de opties. Maar laat ik vertellen dat ik wel iets beter ben terechtgekomen dan dat. Hoewel dat ook heel vet was geweest. Iets meer in de gaming beter. Ja, precies. Kan je het beter iets zeggen. Minder in de wetenschap. Precies, ja. Ja, precies. Ja. Maar ja, nee, dat nogmaals, als ik mijn contract getekend heb, dan gaat dat bekendgemaakt worden. En ja, it's not gonna be a huge reveal. Maar voor mij is het een big deal natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Nou, we zijn super benieuwd wat er gaat gebeuren in ieder geval. Ja. En ik ga ook nog wel, dat heb ik ook in de blog gezet, ik ga nog steeds mijn mening spuien over dingen. Ik heb een TikTok-account aangemaakt, gewoon Wouter Brugge. Find it, want ik doe me heel erg hard mijn best op. Vind ik heel erg leuk ook. Ik doe nog steeds, voor Mediamarkt ga ik nog steeds dingen doen. En ik, Come Geek With Me is mijn account op Instagram, waar ik eigenlijk hetzelfde doorplaats wat op TikTok staat. Maar dat is gewoon mijn smoel in het Engels. Die mening aan het delen is. In het Engels in het mag Engels. Je eindelijk in het Engels gaan. Yeah, ik wil net zeggen, maar dat doet hij nu toch eigenlijk ook. Ja, eigenlijk ja, wel. Maar nu heb ik 50% Nederlands heb ik weggelaten. Zeg maar. Precies, ja. Ja, ja. Oké, okay, dus we zijn nog lang niet van je af. Nou, we hebben wel fanmail gekregen. Fanmail? Ja, onder andere van Martijn. Die zegt... we hebben trouwens ook nog een liedje voordat we beginnen. Oh, en dat klopt inderdaad. Ja. Oh. Nog één keer naar de regie was scherp, hoor. Ja, inderdaad. Ja. Maar ook... Niet ervan. Dus nog één keer live, Wouter. Ja. Nog één keer live. Nee, ik kom de volgende keer weer. Ja. Maar ik ben er alleen niet. Het is comments van de week. En jij noemde het net fanmail, dus ik ben helemaal in de war. Nee, dit is dus een onderdeel van de comments van de week. En dat heet fanmail. Het is fanmail van Wouter. Subrubriek van een rubriek. Subrubriek, ja. Wouter van Martijn, die zegt, oi. Wouter, misschien is dit eens een keer een idee om in plaats van een zwembadvakantie naar Ierland te gaan... In Still Wakes the Deep wordt namelijk Schots, Gaelisch gesproken, geen Iers. Ja, dit is echt zo dom. Dat is te grappig, ja. Ik weet niet hoe ik dit fout heb gemaakt, echt serieus. Het is niet alsof ik het verschil niet versta tussen iets Iers en Schots. Maar ik was letterlijk met die review bezig en ik was allemaal Ierse dingen aan het opzoeken. En toen in één keer viel er zo'n kwartje. Zo van, wait a minute, dit heeft helemaal niks met Guinness te maken en met leprechauns en met... Te grappig. Echt allemaal woordgrapjes in de tekst. Ja, dus ik moest even... Moest je de kilts weer tevoorschijn halen. En ik ben wel blij dat ik in mijn review die fout niet heb laten staan, zeg maar. Want ik ben er wel vrij snel achter gekomen, maar eigenlijk heel langzaam. Om eerlijk te zijn. We nemen je wel vaker de maat hier af en toe. Maar toen je dat aan het vertellen was, ik dacht van ja, zijn Ierse accent lijkt verdomd veel op Schots.
Maar ik denk precies, van ja, laat hem nu even gewoon, laat hem even zijn ding doen, weet je. Toen daarna was het studio ook in WhatsApp zo van jongens, volgens mij. Oh, dat klopt. Ja, het was vrij snel daarna wel dat ik het door had. Maar het, ja, dat is natuurlijk een fucking Schotse game. Iedereen praat hartstikke Schots met een hartstikke prachtig Schots accent. En Iers lijkt eigenlijk niet eens. Dat is een hele andere tongval. Echt totaal anders. Dus ik weet niet hoe ik die fout heb gemaakt. Ik heb gewoon een rare kronkel in mijn hoofd. Die heb ik voor mijn moeder. Daar kan ik ook niks aan doen. Nou ja, ach ja. Dit was de druppel. Echt, dit is de laatste powerpraat. Ja. Dit is echt dit is de druppel. Dit is de ene laatste powerpraat, want anders moeten we iemand anders zoeken voor volgende week. En de volgende was van Lose Every Anne. Wait, die zegt die zegt ook tegen jou, Wouter. Wat was dat nou over Game of Thrones? Want dat ken ik helemaal niet. Wel Game of Thrones. Oh, mijn god. De uitspraak, Nee, het was even... Ja, was even de hadden we het daarover? Wat? De laatste aflevering van House of the Dragon was echt... Holy shit. Niet normaal. Nerdgasms hier, hoor. Ja, dit was echt old school, traumatisch, zoals Game of Thrones vroeger was. Hoi, hoi, hoi. Echt heel nice. Maar goed, echt... Maar echt laatste cool. aflevering. Ik moet wel van zeggen, het seizoen het was, dan? Nee, het was echt de vierde aflevering van de acht. Oké. Okay. En ik moet eerlijk zeggen, daarvoor wiegde ze ons een beetje in slaap. Klopt. Die tweede aflevering vond ik echt fucking boring. Dat dacht echt van, hè? Maar dat is altijd de opbouw, misschien nog wel erger. Vond je de derde? Het begin van de derde? De derde was heel boring. Ja, was heel boring. Ja, die was heel boring, dat je dan denkt van, ah, komt wel wat aan, maar... Ik had hem niet in aflevering 4 al verwacht. Mm. Ja. Holy shit. Ja, dat is echt... Als je dat nog niet gezien hebt, dan is dat zeker de moeite waard om even te checken. Ja, als je inderdaad bij de derde aflevering dacht van... Nou, dat is mijn slaapverwekkende Westeros ding. Maar dan heb je één aflevering vol aan. Dan heb je geïnvesteerd en dan krijg je dat nu dubbel en dwars terug met deze aflevering. Holy shit. Ja. Ik weet ook wel... Dat is een beetje die stijl van die series... Van die George R.R. Martin series, waar er nu twee van zijn... Maar er komen veel meer vandaan. Dat het altijd opbouw is, weet je, politieke konkel. En dan gaat het naar een onvermijdelijke climax. Ja. En je weet nooit wanneer die komt. Maar je weet dat die komt. En je weet dat het fucking traumatisch is. En dat er iemand doodgaat waarvan je denkt, nee. Of juist iemand waarvan je denkt, yes. Of allebei. Je weet het nooit van tevoren. En dit had ik ook echt niet kunnen voorspellen. Maar het ding is van... Volgens mij, dit boek is natuurlijk al lang en breed uit. Het is ook al een einde aan. Het is niet alsof ze onbekende wateren aan het bevaren zijn. Het is wel zo dat je weet dat de draken die je nu ziet, die zitten niet in Game of Thrones. Nee. Dus die zijn op een gegeven moment ook gewoon... Something happens with them. Maar het is, hoe lang is het voor Game of Thrones? 100 jaar? 200 jaar. 200 jaar zelfs. Ja, draken kunnen wel oud worden, maar die niet. Nee, die zijn niet meer. Sterker nog, die enorme draak. Vhagar heet die, geloof ik. Ja, wat een beest. Dat is de broer van die Baelor the Dread of zo. Dus die enorme draak in Game of Thrones. Heb je Game of Thrones gezien, Florian? Nee. Dan hebben ze echt geprobeerd. Waar ze die schedel van hebben. Ja, die enorme schedel. Dat is echt de grootste draak. Dat is die van Aegon the Conqueror. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus waar hij dus mee naar Westeros is gevlogen en alles heeft... Dat is zijn broer. Dat is zijn broer. Oké. Okay. Wat leuk. Dus die is een, die is iets van 10 jaar. Dat is heel erg in-crowd dit. Ja, maar echt, ja. Goed, we hebben over broers van draken. Broers van draken. Oké. Okay. You lost me. Ik denk ook wel dat je daar... Dan laten we het dan bij deze afsluiten, Florian. Top. Bedankt voor het luisteren. We gaan wel verder. Je wil heel graag dat deze aflevering voorbij is. Hè? Helemaal. Nee, deze moet voor altijd duren. Over iets rechtzetten gesproken. Ritmeister die kwam nog met de Anno-serie. Is echt leuk om te horen. Over de Anno-serie. Als je alle uitbreidingen aan hebt staan, wordt de game te complex, zeker als beginner. Je kan als beginner beter wat content uitzetten. Ook kan je in de sandbox-mode combat uitzetten, dacht ik. Overigens, die formule waar Wouter het over heeft, is gewoon een inside joke / traditie. Alle getallen in de jaartallen van een Anno-game komen samen op 9 uit. Dus
Anno 1800 is 1 plus 8 plus 0 plus 0 is 9. En Early Gamer kwam er ook al bij en mee in de comments. Is het gewoon een Easter egg of heeft het echt een betekenis, zeg maar? Waarom ze dat doen? Ik denk dat het meer een traditie is, net als hoe wij altijd onze stagiairs bijnamen gaven. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Ja, het is gewoon puur voor de lol. Ja, maar dit is wel echt een traditie waar je hele game dan op baseert. Want je kunt, je moet wel een combinatie, of tenminste, elke keer je kan toch uitkomen. Je kan toch altijd wel. Dat is niet zo moeilijk, denk ik, inderdaad. Nee. Nee, oké, okay, maar misschien ook je kan, ik bedoel, als je ergens rond de 800 wil uitkomen, dan zeg je 801 of 810. Right, ja. Toch? Dat is waar. Maar je kan niet. Wouter is heel erg hard aan het rekenen nu. Radertjes in wiskundige formules in zijn ogen. Echt. Je kan niet 2024, dat kan niet. Dat is 8 inderdaad. Nee, dat zou je 2025. Ja, dan maak je er toch 25 van. Dus, ja, maar wat gebeurt er in 2025, dat weet je niet. Ja, maar dat is het hele ding van anno is toch dat het zich dat het een soort van tijdsperiode. Precies, niet een specifiek niet echt jaar. Specifiek één jaar. Oh, het is een periode, oké. Okay. Precies. Goed, leuk feitje. Ja, ik weet niet meer wie het zei, maar leuk feitje. We hadden het vorige keer ook over pre-orders. Ik weet niet of jullie het nog weten. Van Shadows. Ja. Shadows? Shadow. Shadow is het. Assassin's Creed Shadow? Shadows. Shadows? Potverdorie, dan weet ik het even. Het is allebei logisch. Ja. Het zijn twee overal spelers. Ik denk dat het Shadow. Maar één is maar Shadow. Shadow. Ja. Oké, okay, cool. Ja. Want zij is een Shadow. Ja, precies. Umbraso, die zegt... Jullie zijn allemaal gigantische zwijnbazen. met hele kleine... ja. In de meest positieve zin van het woord... De reden dat ik tegenwoordig pre-order... heeft al lang niks meer met beschikbaarheid te maken... maar meer met gemak... en soort van geld opzij zetten zonder gebruik te maken van een spaarrekening. Ik had nu vakantiegeld extraatje en wanneer het spel uitkomt... hoef ik dan niet het geld te besteden, dus voelt het dan weer als een extraatje. Maar dan liever wel voor een game waarvan ik vrijwel zeker weet... dat ik geen spijt van ga krijgen. Ja, dat is het probleem. En daar zit hem tegenwoordig steeds meer de kneep. Ik hoop dat ik met Assassin's Creed Shadow een goede keuze heb gemaakt. Zelfs al is het nu alleen maar op basis van beelden die Ubisoft zelf heeft laten zien... Remember Watch Dogs 1? Yep. De flapperjas. Die moet je, ja, absoluut. Ja, dat was die moet je absoluut in je achterhoofd houden bij Ubisoft. Ja. Maar het heeft er alle schijn van dat dit zeker een hele vette Assassin's Creed gaat worden. Ja. Wat ik echt heel goed teken vond, is dat ze een kinderstem hadden genomen voor het kind. Echt waar? Oh. Heb je de gameplay sessie gezien? Ja. Er was een klein jongetje. Niet zo opgevallen. Dat was een klein. Nou, het is mij opgevallen dat het geen. Hallo! Precies. Ik ben Hatsimoto! Oh. Maar. Okay. Hatsimoto? Hatsimoto. Dat was mijn eerste Japanse naam die ik kon verzinnen. Hatsimoto. Okay. Dat kan wel, toch? Ja, maar dat was duidelijk een kind. Het was echt. Volgens mij was het echt. Of een hele goede imitator van een kind. Maar het was duidelijk van. Oké, dit. Gold Award, ik voel hem aankomen. Ja. Ja, maar daar kom je toch niet op om gewoon een echt kind dat te laten doen? Ja, dat is ook raar natuurlijk. Ja, wat gek joh, kom je erbij? Nee. Maar ergens snap ik wel dat hij zegt van, weet je, dat hij het alvast wil uitgeven nu. Ik had er nog nooit bij stilgestaan. Precies. Maar dat is eigenlijk, ja. Als je dat geld zeg maar soort van nu over hebt, even tussen haakjes, en je geeft het alvast uit, op het moment dat die game uitkomt, ja, je hoeft daar dan niet meer over na te denken. Nee. En waarschijnlijk heb je hem ook al dan gepreload. Ja, anders ga je het waarschijnlijk uitgeven aan iets anders. Sowieso moeilijk misschien voor inderdaad. Ons, hè? Het hele principe van betalen voor games is gewoon, dat kunnen wij niet bevatten. Het is wel een beetje gek voor ons misschien inderdaad, maar oké. Dat terzijde. Voor mij gaat het straks weer reality. Ja, oh shit, jij moet gewoon gaan betalen weer voor games. Ja, dan moet je dus wel echt extra geld gaan verdienen, want anders dan... Ja, dat is waar, ja. Damn. Maar wel een cool idee op zich. Ja, ik had het dus helemaal niet... Nee, daar had ik nooit over nagedacht. Stilgestaan bij die need van mensen... dat ze ook daadwerkelijk geld moeten uitgeven. Ja. Geldprincipe. Gemberbokje, die reageert... Gemberbokje? Ja. Fantastisch. Even aanhaken op de pre-order. Ik ben een enorme Dragon Ball nerd... en ben heel erg hyped voor de nieuwe Dragon Ball Sparking Zero. Mm-hmm. De Collector's Edition kost dan zeker wat... kost dan ook zeker wat, maar zo'n statue gaat goed passen in mijn nieuwe gamekamer. Oh, die heeft plannetjes hoor, die gemberbok. Als ik hype ben voor een game, pre-order ik hem zeker. Leuke powerpraat weer mannen. Groeten, Ruud.
Ja, ik denk, volgens mij hebben we dat vorige keer ook al gezegd inderdaad, maar voor special editions, weet je, dat soort dingen, echt gelimiteerde dingen, zo, daar zeg ik echt inderdaad, doe die pre-order, want vaak zijn ze gewoon op. Wat is bok in het Engels? Bok? Ja. Jeetje. Ja, dat weet ik geen idee. Google even snel. Doe bok. Ja. Bok in het Engels. Want ik denk, ik zit nu echt na te denken, want waar slaat gemberbok op? En toen ging ik het vertalen. Ginger bok? Ja, ginger something. Wat is bok inderdaad? Een bok. Is het niet gewoon een goat of zo? Ginger goat? Is een ginger goat? Man. Ja, hij duurt wel heel lang nu. Zelfs je internet moet er langer over nadenken. Oh, wacht. Ja. Bok. Bok? Bok. Een bak. Een bak? Bak? Ginger bak? Een B-U-C-K. Oh, een bak. Really? Ja. Oh ja, oké. Of course. Een ginger bak. Goed. Okay. Dat even tussendoor in deze dat was echt nodig, hè, om hier een minuut aan te besteden. ja. Luisteraars zitten, dit is een bak. Ja, maar hoezo? Niemand weet dat, toch? Nee, wel, vast wel. Gooi het in de comments. Ja, waar hadden we het over? We hadden het natuurlijk over die pre-orders. En dat er ook statues bij zitten. Ja. Ja, dat is ook vaak inderdaad een reden dat mensen een pre-order doen. Dan snap ik hem helemaal inderdaad. Ja. Daar zijn er gewoon niet genoeg van, zeg maar. De statues? Precies, van dat soort special editions. Als je die echt wil hebben, inderdaad, doe die pre-order. Voor de rest... Heb je veel statues eigenlijk? Een aantal, ja. Ja. En stel voor, er is, je kan nu een statue uitkiezen van iedere collector's edition die uit is gekomen, waarvan je denkt van, oh, daar heb ik echt achter het net mee gevist. Welke zou je dan nu pakken? Gratis? Jeetje. Mag ik hem antwoord? Of van welke franchise? Mag ik hem antwoord? Ja? Ik heb de hele vet van Spider-Man 2, die wil ik wel. Maar die heb ik niet. Hoe ziet die eruit? Er is twee Spider-Man. Met wie vechten ze ook weer? Is het nou Sandman? Oh, met Venom, ja, natuurlijk. Mm. Die met Venom vecht. Oi, oi, oi. Die is echt beautiful. Tenminste, ik weet niet, ik heb hem nog nooit in het echt gezien, dus ik weet niet hoe slik die afgewerkt is. Wat we hebben materiaal. Hem niet op de redactie, volgens mij. Nee, volgens mij ook niet. Ik heb hem ook nog nergens ooit gezien. Maar ik heb... Oh, die staat bij de Enno thuis. Die heeft Enno gestolen van de redactie. Ja, En ik heb een hele vette van... Van de minste Batman game, Batman Arkham Origins. Dan is Batman die zo de Joker bait heeft. Zo. Die is fantastisch. Oh, en ik heb een hele vette van DC. Die staan ook allebei in de woonkamer. Van Injustice. En dat is Batman die met Wonder Woman vecht. Nou, die is ook beautiful. Mm. Beautiful. Okay. Dus die kreeg ik toen ook nog gewoon. Ik denk dat ik... volgens mij is dat van Mortal Kombat 1 of die daarvoor, dat weet ik niet zeker. Maar je hebt zo'n statue waarin Scorpion en Sub-Zero tegenover elkaar staan. Die is heel vet. Die zou ik wel willen hebben. Ik heb wel die Scorpion. Die is van Mortal Kombat 10, volgens mij. Die is ook echt fucking cool. Ik denk dat ik voor die zou kiezen. Maar als ik er langer over na kan denken, kan ik vast echt een lijstje maken gewoon. Ja. Maar dat is het eerste wat me even te binnen schiet, wat ik vet zou vinden, ja. En jij dan? Heb jij een... Ja, ik ben niet zo van de statues. Ik heb letterlijk gewoon een aantal statues die ik heb gekregen, heb ik gewoon weggegeven. Oké. Mijn god. Maar wat ik wel echt heel cool zou vinden is een Red Dead Redemption statue. Red Dead Redemption 1 of 2. Okay. Zijn er die er? Volgens mij wel. Volgens mij is er in ieder geval eentje met van Arthur op een paard. Vet. Ik zou ook wel die van... Cool. Dat is nooit uitgebracht door Rockstar, neem ik aan. Dus niet in een special edition geweest, toch? Nee, volgens mij is het niet in een special... Nee, precies. Dus het zijn inderdaad gewoon een third party statue maker inderdaad. Daar heb je er heel veel van natuurlijk. Ja, daar zijn er heel veel van, ja. Er zijn heel veel vette statues. We moeten nu wel specifiek hebben, Chit, over... Een soort van special editions inderdaad. Was er niet eentje van Ellie en... Rickert? Nee. Ellie en Joel? Van The Last of Us inderdaad was ook een hele vette. Ja, die wil ik ook wel. Ja. Die is ook heel vet. Yep. Ja, ik zie hier inderdaad eentje van... Arthur op een paard. Mm-hmm. Maar of, ja, ik weet niet of dat een... Nee, ik denk dat het allemaal los is, zeg maar. Ja, volgens mij is daar geen special edition van. Nee. Ja, nee, dat is wel echt een van mijn meest favoriete games. Dus daar zou ik dan wel echt een statue van willen hebben. Ja, fair enough. Vond je het huis bouwen ook leuk? Wat? Het huis bouwen? Ja. Huis bouwen? Ja. Dat zit er toch helemaal niet in? Ja. Zeker zit er huis bouwen. Come on. Huis bouwen?
Of hebben we het over Je bedoelt dat eigenlijk nadat... De derde epiloog. Ja. Dat was echt... Lang duurde dat. Ja, dat duurde wel een beetje lang. Maar dat maakt mij niet zoveel uit. Als je die game... Je moet je eigenlijk een beetje weer neer gaan leggen bij het feit dat die game gewoon lang duurt en op een ander tempo. En langzaam is. Ja, die game is gewoon langzaam, ja. Ja, dat is zeker waar. Daar moet je gewoon even de tijd voor nemen. Als je dat is eigenlijk wel de charme van die game eigenlijk ergens. Ja, hij ontstrest. Het is een beetje Animal Crossing. Ja, alleen dan... soort van. Met iets meer kills wel. Ja. Not quite, maar oké, ja. Oké, even kijken. We hadden het ook... Maar nog meer fanmail? Nou, ja. Over statues gesproken. Ik bedenk me ineens, ik wil een life-size chocobo. Oh. Hell ja, ik wil een life-size chocobo. Maar dan ook gewoon een echte, met echte veren. Met echte veren, waar ik op kan rijden. Maar uit welke Final Fantasy? Ja, dat maakt niet zoveel uit. Het zijn allemaal een beetje hetzelfde. Je hebt alleen die mini chocobo's en die grote chocobo's, zeg maar. Als je echt oude Final Fantasy's neemt, dan zijn het wel echt van die weird... Nee, ik wil wel een nieuwe chocobo kippen. Natuurlijk. Dus een chocobo uit Rebirth wil ik. Oh ja, je moet wel de meest high-res chocobo nemen. Ja, ik moet een HD chocobo hebben. Nash, die kwam ook nog met een comment. Die zegt, toch jammer dat Elden Ring geen verschillende moeilijkheidsgraden heeft. Daar hadden we het de vorige keer over accessibility en zo. Mm-hmm. Wouter speelt natuurlijk alles op extreem hard. Behalve God of War, daar komt hij niet in het ritme. Maar als games zoals The Last of Us en Final Fantasy... alleen een hard modus zouden hebben... dan zou het toch zonde zijn... dat je deze games slash verhalen... slash belevenissen moet missen. Dat kan je toch gewoon oplossen... door de achievements aan te passen. Bij hard kun je ze halen... en bij normal slash easy... haal je er alleen één... als je de game uitspeelt of zo. Wow, maar wel meer inkomsten... en mensen die de game uitspelen. Zoals jullie vaak zeggen... we hebben maar zo weinig tijd om games te spelen... of een soortgelijke uitspraak. Mijn skills zijn niet goed genoeg... om zulke games... uit te spelen, maar ze zijn natuurlijk wel super. Groetjes, een casual gamer. Ik denk dat het bij de meeste games kan je inderdaad verschillende moeilijkheidsgraden doen. Omdat dat fuckt niet zo met de core gameplay van de game, zeg maar. Maar in een game als Elden Ring, als je daar ineens een easy mode ingooit, ik denk dat je een soort van de game stuk maakt, zeg maar. It doesn't make sense. Dat zei die gozer ook. Precies. Dus... in sommige gevallen snap ik dat het niet kan. Maar Rise of the Ronin, famously, heeft verschillende moeilijkheidsgraden. En dat is een Souls-like, zoals de Team Ninja ze maakt, zeg maar. Dus echt een Souls-like. Niet de Soulsborne zoals Elden Ring is, in feite. Mm-hmm. Maar Souls-like. Kan je er dan echt met twee vingers in je neus doorheen, zeg maar? Ik heb hem op easy gespeeld. Ja? Ja, het was eigenlijk... Dan wordt het een beetje een soort van Assassin's Creed-achtige game. Oh ja, okay. Dat is ook alweer niet heel vet. Maar ja... Oké, okay, I stand corrected. Misschien kan het wel, inderdaad. Maar dan... Nou ja, ik denk niet dat je dat bij Elden Ring moet doen. En dat bij Elden Ring wel een ander verhaal is. Ik denk ook gewoon dat het is echt een beetje de visie van die makers ook natuurlijk. Ja. Dat het echt zo'n hardcore game is. En dat... Ja. Dat wil je ook gewoon niet veranderen, denk ik, of zo. Nee. Ja. Nee, ik noemde Rise of the Ronin juist omdat het inderdaad kan. Maar ik vind dat toch eigenlijk wel weer een ander genre. Niet een ander genre, maar een heel ander verhaal. Omdat Elden Ring en al die andere Soulsborne games... Je gaat die games spelen omdat je die moeilijkheidsgraad wil. Precies, dat is de kracht van die game, zeg maar. En dat hele get good vind ik super toxic, maar het is wel waar. Ik bedoel, dat is wat... Ja, dat moet je ervoor zijn om die games te kunnen spelen. En ze scoren zonder easy mode. Dus waarom zou je een knieval doen en zou je zeggen van... We stappen een easy mode in. Dat is helemaal niet nodig, want die game die gaat als een malle. En hij kan zijn visie zoals hij heeft... daar kan hij mee verdienen. Dus verander het niet. Nee, dat zou ik echt zeker niet doen. En het verhaal, weet je, dat zijn ook geen games die je voor het verhaal speelt. Er zit inderdaad heel veel lore in. Er zit heel veel achtergrondinformatie in. Dus je kan heel veel shit opzoeken. Je kan heel veel tussen de regels lezen. En er valt heel veel... het is niet echt een verhaal wat je doorspeelt, zoals bijvoorbeeld The Last of Us. Ja. Nee, dus het is ook niet... Weet je, je mist ook geen verhaal als je deze games niet speelt. Ik denk ook, wat hij zegt van... Als je de game makkelijker maakt, dan heb je misschien een grotere doelgroep. Ik snap inderdaad wat hij zegt. Ja. Maar ik denk ook dat er een groep gamers is die juist uitgedaagd wordt. Ja. En denkt, oh, dit is een moeilijke game. Deze ga ik eens even proberen. Hm. Dus ik denk dat het een beetje aan beide kanten
snijdt of juist niet, zeg maar. Ja. Dus dat er ook een groep gamers is die het juist heel tof vinden dat het zo moeilijk is en het juist daardoor gaan proberen ook. Mm-hmm. Net als dat je een groep gamers hebt die denkt van ja, als het easy zou zijn, dan zou ik het wel proberen. Dus ik weet niet of het echt een slimme beslissing is financieel, zeg maar, om dat te doen of zo. Ja. Ik weet niet. Ik ben het wel een beetje eens met Wouter. Het is gewoon de visie van hoe ze dat hebben gemaakt. Right. Je wilt natuurlijk dat... Je wilt uiteindelijk zoveel mogelijk spelers hebben, maar je wilt ook tegelijkertijd de ziel van je game niet verloochenen. Precies. Door er zeg maar een mode in te doen waarbij daar eigenlijk de hele gameplay niet is zoals je dat voor ogen hebt. Ja. Ja. En dus, het voelt in Rise of the Ronin voelt het ook best wel weird om dan heel... Weet je, ik ben hem wel begonnen op een hogere moeilijkheidsgraad. En toen bij de eerste eindbaas, toen ik daar 5 keer dood ging, dacht ik... You know what? Fuck this shit. Maar dat is, ja, ik denk dat... Ja, je wordt natuurlijk wel tempted. Ja, dat is het, inderdaad. En dat is het probleem. Want als je tempted wordt, dan... ik snap dat je er als maker niet wil dat ook de meest hardcore spelers zoiets hebben van... Nou, ik heb even niet zoveel tijd. Ik doe hem even op easy. Let's go. Dat is gewoon zonde. Precies, en dat had ik vroeger met Halo heel erg. Ik vond Halo een veel minder leuke game als je die op easy speelde. Of onder Heroic was toen de... Dat was voor mij de perfecte moeilijkheidsgraad voor die game. Iets erboven was ook heel vet, maar Heroic was perfect. Als je normal ging, lang niet zo'n leuke game. Vond ik echt heel erg afdoen aan dat de gameplay. Is gewoon, dat is gewoon slecht game design dan, toch? Als je een game... Op normal niet de... Nou, ik zou niet willen zeggen dat Halo slecht game design heeft, maar... Op dat vlak wel dan, toch? Ik bedoel, als je zegt van oké, normal moet eigenlijk de... Eigenlijk zou normal de mode zijn. Ja, dat je denkt van oké, ik word hier genoeg uitgedaagd. Ja. En tegelijkertijd word ik niet te vaak afgestraft. Ja, maar ik snap wel dat normal was. Het is gewoon het ding, Halo moest een power trip zijn. Dat maakt hem zo vet. En als je niet je powerful voelt omdat je tegenstanders zo zwak zijn, ja, dan is het voor mij geen power trip meer. Maar het zou kunnen dat als je niet, als je minder vaak Halo speelde, dat je normal wel dat gevoel wel krijgt. I don't know. Maar ik vond het gewoon heel erg groot verschil tussen die twee. En ik kom ervoor, ik heb het bij Elden Ring, zal het ook zo zijn. Dat is ook een deels een power trip. Zo van, check deze metersgrote fucking badass monsterbeest die ik moet afmaken. Ik ben bang. En dan slaat hij en dan doet hij zo'n stukje schade. Dan is de angst ook wel meteen voorbij, weet je. En ik van, ik ga een beetje lijzig liggen rollen, een beetje slaan. Weet je, de hele spanning is weg. En ik snap wel dat je dat niet eens die optie wil hebben, omdat... Ja. Dat de hele illusie van je game kapot maakt. Een beetje een horror game maken zonder dan de enge dingen. Ja, precies. Dat je een horror game hebt dat je niet dood kan gaan. Of dat je niet kan falen of zo. Een horror game met een safe mode of zo. Dat doesn't make sense. Nee, precies. Maar goed, ik snap wel dat je het kut vindt. Dat je het gevoel hebt dat je FOMO hebt. Als je weet van ik kan dit niet en ik ga dit ook niet proberen. Of dat je het al geprobeerd hebt en dat je FOMO hebt. Ik heb ook vrienden die meerdere keren... Elden Ring hebben geprobeerd. En dacht van, zal ik het nu voor de 4e keer proberen dan? Ja, precies. Het is gewoon niet mijn ding. Nee, dan moet je gewoon op een gegeven moment ook accepteren. Ik dacht dat het voor mij ook... Voor mij was Souls-like geen ding toen het een lineaire game was. En nu het een open wereld game is, is wel mijn ding. Ja, vind ik het ook veel vetter. Absoluut. Maar nu, moet ik dus voor de DLC, moet ik die Moog. Yep. Ik sprak hem verkeerd uit volgens iemand in de comments. Heb je die comment ook bij de hand meteen? Nou, ik wilde hem in. En toen dacht ik, nu wordt het een beetje flauw. Maar het ging inderdaad over... we hadden zeggen Mork of zo. Ik zeg Moog. Mork, zei je. Oh, Mork en Mindy. Van Mork en Mindy. Dat is eigenlijk, ik weet niet eens wat het is. Ik weet het alleen van dat er naar gerefereerd wordt in films. Dat was Smokem Sounds. Die zegt, oh my god, Mork? Van Mork en Mindy of zo? Nee, Moog van Moogwyn Palace. Holy shit. By the way, als je Moog niet kan verslaan, don't bother. En Shadow of the Earth 3 is het beste wat ik ooit heb gespeeld, zegt hij. Ja, natuurlijk kan ik Moog wel verslaan. Maar het ding is, ik ga na een jaar die game aangeraakt hebben, ga ik er weer in. En ik moet die dan zal het wel pittig zijn. Ja. Dan is die learning curve er even. Ja, en je begint bij een eindbaas. En je moet de enige manier waarop je oefent is door die eindbaas opnieuw en opnieuw te doen. En dat dat is een steep learning curve weer. Want ik moest sowieso, ik wist helemaal niet meer hoe ik moest healen en al die shit. Dan moest ik weer aanleren, spelende wijs. Maar ja, ik snap zijn punt. Maar het ding is, ik moet gewoon weer een beetje oefening krijgen. En dan zet ik er heus wel weer in. Maar ik vind het nu erg lastig om, zeg maar,
25 keer een eindbaas te doen om ergens aan te beginnen. Het is een beetje een pittig begin, vind ik. Dus we zijn ook een beetje gedemotiveerd daardoor. Het is een behoorlijke drempel inderdaad om het op te pakken. Snap ik wel, ja. Ja, en nu heb ik ook zoiets van fuck deze shit. Maar ik weet hoe vet ik het vind. Maar nu is het ook... Ja, wat, dat was mijn punt. Nu is het eigenlijk ook een lineaire game geworden. Want ik kan maar één kant op. Ik kan niks anders. Ik kan niet... Heb je voor de rest echt letterlijk alles gedaan, behalve ene bos? Ik kan inderdaad nog wel content doen. Ja, ook niet zo heel veel trouwens. Maar ik wil die nieuwe DLC spelen. Ik wil niet de oude game spelen. Okay. Maar daar kan je even oefenen, zeg maar. Ja, dat zou kunnen. Maar dat, ja... Je hebt er gewoon Ik weet ook niet wat. Ik weet ook niet wat. Ik weet niet wat ik nog kan doen. Ik weet niet. Het zijn niet echt dingen van ik denk, nou, dat moet ik nog gezien hebben. Ik wist niet eens dat ik deze gast niet had verslaan, to be honest. Niet had verslagen. Ik dacht dat ik alle eindbazen wel had, zo'n beetje. In ieder geval alle belangrijke. Apparently not. Hadden ze dat weet ik eigenlijk. Hadden ze van tevoren aangekondigd dat je die twee gasten moest verslaan voordat je de DLC kon spelen? Weet ik zeg niet, maar. Volgens mij wel. Lijkt me wel, ja. Ja, volgens mij wel. Ja, okay. Dat was wel. Anders is het echt super lullig, zeg maar, dat je hem opzet en denkt, ah, oh, fuck, moet ik echt... Ja, maar dan, aan de andere maar dat kant... is ook heel erg Souls-like. Dat is ook Souls-like. Ja, dat is ook waar, inderdaad. Aan de andere kant, kan je daar echt over zeiken? Nee. Ik bedoel, er zijn twee bazen van de 30. Ja, oh ja, true. Yeah. Ja. Oh ja, dit is best wel... Ik bedoel, hij zit wel cool te doen, maar het is best wel een pittige baas deze. En Radahn is wel... die is die andere baas die je moet doen. En dat is ook niet... Zijn het verplichte bossen, zeg maar? Die is wel verplicht, maar deze dus niet. Eén is verplicht en de andere niet. Ja. Dus ja, it's I mean, kind of shitty. Right? Ja, it's niet, dus er is best wel een kans dus dat je die ene hebt gemist, zeg maar. Sure. Ja. Maar het gekke is, ik heb dus wel allemaal, zoals Melania, waar iedereen het over heeft, van dat die sortering moeilijk that is. Die heb bitch. Ik... Sorry. Die heb ik dan bitch wel. En deze niet. Maar goed. Daar ben ik gestopt. Dat snap ik. Ja? Ja, ik was zo done met die chick, jongen. Oké. Ja, maar dat, die mijn is ook optioneel, hè? Die hoef je ook niet. Nee, ik weet het wel, maar. Nee, toen was ik echt klaar, jongen. Ja, die was ook... Fuck. Die heb ik letterlijk met twee anderen gedaan. Met 200 keer geprobeerd, echt. 200 keer? Hou op, echt. Ja, echt. Ja, komt die tweede steeds erover. Ah, man, echt. Nee, klaar. Echt. Gewoon de hulp inschakelen. Klaar. Gewoon de hulplijn inschakelen. Ja, dat misschien wel. Er zijn letterlijk gasten, zoals een vriend van mij, die daar in de buurt gaan staan wachten tot ze opgeroepen worden om precies, om mensen te helpen. Dat is ook niet tof. Dat is hetzelfde als easy mode aanzetten. Ja, ik wilde net zeggen, dit is een beetje vergelijkbaar. Dit is easy mode aanzetten. Klopt. Ik heb Millennium easy mode gehaald samen met twee vrienden. Yeah. En die hebben het meeste werk gedaan. Ja, precies. Ja, dat is... Ja, nee. Maar dan wordt hij ook moeilijker, toch, de baas? Niet. Ja, zeker. Ja, ja. Het is niet dat hij dan... Oh, het schaalt allemaal mee? Ja, zeker. Oh, dat wel. Hij heeft drie keer zoveel helft meteen. Dat sowieso. Wat? Ja, ja, absoluut. Niet doen, joh. Nou ja, ik weet niet of het echt precies drie keer zoveel is, maar het is wel... ja, het neemt wel absoluut toe. Oh, tering. Okay. Anders was het heel makkelijk, natuurlijk. Nee, ik... Nou, klaar maar. Nee, je moet het zelf ook gewoon niet aandoen. Nee. Ga maar ik twijfelde heel even toen die DLC kwam. Ik dacht van, ja, ik vond het toch ook wel vet, maar... Nee. Gewoon nee. Ik kan beter gewoon weer 120 uur in de volgende JRPG stoppen. Bijvoorbeeld. Een van de kutspelletje. Terwijl cheert... Ik ben even die microfoon wat hoger zetten. Ja. Maar hebben we verder nog wat gespeeld, jonge mannen? Ik heb niet zo heel erg veel gespeeld, maar... wat ik wel echt seriously heel erg cool vind, zijn die updates voor Astrobot. Die ze er nu weer in gooien. Zijn er updates voor Astrobot? Yep. Dus, ging die gemist? Dus de oude, zeg maar. Dus er was een Astrobot die op de PS5 pre-installed was, zeg maar. Ja. Weet je, met al die coole mogelijkheden met je controller en weet ik veel wat. Ja, die heb ik nooit gespeeld, maar... Ja, nee, dat is... Wat? Daar heb je hem al eerder voor gescold. Dat kan je niet nog een keer doen. Jezus. Ik snap dat je geen hoofdredacteur kan zijn. nee, die game die krijgt nu updates, omdat het nieuwe deel komt eraan. Ja. En die komt in september. En in juni zijn ze begonnen. Elke maand zetten ze er een nieuwe robotje in. Die je kan vinden. Die in stijl is van een PlayStation character. De eerste was van Bloodborne. En die is wel cool, dat kan ik wel verklappen. Het zijn elke keer kleine puzzeltjes, zeg maar. Was dat ook niet de reden dat mensen opeens dachten, oh, die remake komt eraan? Yep. Ja, het internet ontplofte. Yeah. Ja, ook omdat... Oké, laten we het daar even over hebben, inderdaad. Dus inderdaad, het tweede deel werd aangekondigd van Astrobot. Ja. En in die trailer zagen we al een Bloodborne character. Toen dacht iedereen al van, is it gonna happen? Vervolgens kondigden ze de special edition aan, of weet ik veel wat. Ja. Daar zit een speciale skin in van Bloodborne. Ah. De eerste trophy, of de eerste update nu van de oude game, ja, daar zit
Bloodborne character in. En dat allemaal bij elkaar. Het internet zei gewoon, ja, dit is nu gewoon het moment. Ze gaan nu een nieuwe Bloodborne aankondigen. Dit is allemaal teaser en weet ik veel wat. En toen heeft die maker, Team Asobi, is dat geloof ik? Team Asobi? Ja, Team Asobi. Wel, ja, Asobi. Die reageerde met echt heel droog met, nee, het zijn allemaal geen hints. Het is gewoon puur toeval. Sorry jongens, komt geen Bloodborne. Was een beetje een anticlimax. Ja. Maar inderdaad, ze stoppen dus elke maand een nieuwe character erin. En dat doen ze natuurlijk om je warm te maken voor het tweede deel. En die characters, die neem je mee naar het tweede deel ook. Oh, dat dus, is wel een cool bedacht, hè? Precies. Dus je hebt vier extra robotjes, zeg maar, als je dat hier doet. Het is een gratis in het tweede game. Deel. Ja. En die tweede deel wordt wel betaald. Ja, ja, dat wordt een full price game inderdaad. Maar dus je kan slim, vier extra characters meenemen. Die eerste was dus Bloodborne. Het leuke is dat je ziet die character van Bloodborne zie je in een level, in het GPU-level. En als je er naartoe gaat, dan zie je een klokje. Ze zit vast en je ziet een klokje. En dat is de enige hint die je krijgt. En dan denk je van, ja, oké, ik heb geen idee. Maar je gaat een beetje rondkijken in dat gebied. En op een gegeven moment dan zie je hoog in een boom, als je een paar keer klimt, zie je ook een klokje. En als je daarvoor gaat staan, dan krijg je een minuutje waarin je een datum in kan stellen. En al snel kwamen mensen erachter van, ah, als je de release date van Bloodborne invoert, dan unlock je die robot van Bloodborne, zeg maar. Ah. Super cool. Nu hebben ze dus een nieuwe. Deze ga ik er niet verklappen, want die is echt sinds vandaag of gisteren staat erin. En dat is Selena nu, van Returnal. Die zit er dus nu, die zit er nu in. En het heeft ook een beetje met Returnal te maken hoe je die moet unlocken. Het is echt super cool bedacht. Ja. Dus daar kan je nu nog naar op zoek. De derde, want we hebben een beetje soort van de omleiding gezien van hoe die derde en de vierde is. De vierde is Monkey Escape, hoe heet het? Monkey Ball. Oh ja, ja. En de derde, die ziet er een beetje weird uit, maar we denken dat dat een robotje is met een helm op en een stuur van Gran Turismo. Ah, oké. Okay. Dus dat zou kunnen. We denken, net alsof je... Oh ja, ja, het internet denkt... Dat het is. Maar goed, de tweede is er dus nu. Die heb ik meteen opgezet. Meteen gekeken van hoe kan ik dat unlocken. Ik vind die game zo fucking cool. En ik kan echt niet wachten op deel 2. Ik vind het zo leuk. Ja, ik vond het. Weet je waarom ik niet gespeeld heb? Omdat het een beetje voelde alsof je een reclame voor PlayStation speelt. Ja, maar dan wel echt de beste reclame ever. Ja, want je moet allemaal dingen, consoles ook unlocken en zo, toch? Yep. En dat hebben ze nu ook, dat is ook wel grappig, dat hebben ze nu ook geüpdate. Dat vind ik zo cringe. Dat vind ik ook wel een beetje kut, hoor. Ik snap wel een beetje wat Wouter zegt. Het is nog steeds een hartstikke leuke game die je moet spelen, maar... Ja. Maar daarom trekt het verzamelen niet. Van oude consoles en zo, whatever. Nintendo heeft er soms ook wel een handje van dat soort dingen. Het is een ontzettende Nintendo-achtige game, inderdaad. Ja, klopt. Ik vind het wel leuk. Ik snap wel inderdaad dat is niet heel boeiend. Ik bedoel, de gameplay is waarom de game zo leuk is. Ja. Maar ik vind het wel grappig dat ze ook dat zijn ze aan het updaten. Dus nu zit PlayStation Portal zit erin. Oh, ja. Maar ook PlayStation VR 2. Sony die is nu ook bezig met die... voor gehandicapten, weet ik veel hoe het ding heet. Zo'n speciale controller hebben ze nu ook. Wat Microsoft ook altijd deed. Ja. Oh, ja. Die zitten nu ook in. Dus het is heel cool dat ze dat blijven updaten met hun nieuwe dingen. En voelt nu gewoon een beetje als PlayStation sabbeling in zo'n peen. Weet je dat van dat klopt, maar dat zeg ik. Maar wel echt op de meest charmante manier die er is of zo. Zuig maar, weet je. Het is hartstikke leuk, echt. Suck away, buddy. Oké, okay, dus, volgende onderwerp. Dat heb ik gedaan. En voor de rest heb ik dat andere kleine klotenspelletje waar ik het vorige keer over had. Die Survivors-like. Yeah. Die ben ik ook nog steeds aan het spelen. Maar voor de rest, ik was druk met privé dingen. Echt super saai. Spirit Horde Infinite Something. Die titel die ik nooit ga onthouden in mijn hele leven. Spirit Horde Infinite. Infinite Horde, Wave. Lik me reet. Echt een kut titel. Ja, echt een kut titel. Maar die van Spirit Hunters Infinite Horde. Dank je. Die dus. No way. Nu alweer vergeten. Dat speel ik heerlijk tussendoor. Infinite Horde. Maar voor de rest, ja, ik had een beetje... Infinite Horde is gewoon een prima naam, toch? Waarom de hel Spirit... Infinite dat zei ik hier ook al. Infinite Horde is ook echt een soort van... Ja, nee. Toch? Super nee, maar generic. Maar maakt Spirit Hunters ervoor dan ook. Beter dan? Spirit Hunters beter. Ja, het is allebei kut. Twee keer titels bij elkaar gegooid. Ja, die hebben ze aan elkaar geplakt. Dan lijkt het toch iets of zo. ChatGPT die een titel bedenkt, denk ik. Zoiets.
Dus nee, ik ben vooral druk geweest in mijn privéleven. Echt heel saai, dus ik heb niet zo heel veel kunnen gamen helaas. Gaat dit wel goed met je? Ja. Oké. Dat, dat op zich wel. Ja. volgende keer zal ik weer even lekker wat spelen. Ja, goed zo. Nou. Dus nou, dat is alle hoop op mij gevestigd. Dus dat, ja, leuk. Ja, ja. Want ik besta niet ineens. Jij bent altijd als laatste. Ja, nee, doe jij maar eerst inderdaad. Ja, want ik heb ook niet superveel te vertellen, maar... Wat? Jawel. Dit is je laatste. Nee. Ga los, echt. Ja, ik wilde nog een game spelen voordat ik hier kwam, maar daar had ik geen tijd voor. Het grote zwijnen en kleine... Nou, de vorige keer had ik al, verteld daar, over... Daar gaat het wel over. Battle Aces. Ja. En dat is gemaakt door onder andere de lead... noem ik het goed zeggen... de lead balance designer van StarCraft 2. David designer. Kim. Hij is ook een StarCraft 2 veteraan. En het is een... De studio heet Uncapped. En er zitten een paar van die Blizzard oude veteranen bij. Mm-hmm. En ze hebben zich eigenlijk... Keer al over gehad. Ja, ze hebben zich eigenlijk voorgenomen om dat hele RTS-genre soort van op de schop te nemen. En dat doen ze eigenlijk door het hele begin... van het bouwen van een basis... gewoon compleet over te slaan. Maar dat is het leukste. Dat doe je gewoon... Ik wou net zeggen, ja, Jezus, nu haak ik af. Dat is dus een beetje... Kijk, dat is een beetje het grappige. Omdat... ik begon ook... Want ik heb er een stukje over geschreven in Power Limited. Maar ik zei ook direct van... Oké, als je een fan bent van RTS... dat is eigenlijk niet zo boeiend. De vraag is, waarom ben je fan van RTS? Hmm. Vind je het bouwen van een basis leuk? Heel erg leuk? Ja. Dan moet je deze overslaan. Maar vind je het wel leuk om die gevechtjes en zo te doen... dan is dit de game voor jou. Want je doet dat basisbouwen gewoon met één druk op de knop. En gevechtjes vond ik altijd een beetje moedje. Ja, dat vind ik. Van, dat was nodig om naar de volgende cutscene te komen. Ik wil dat helemaal niet. Nee, ja, maar jij speelt dus ook niet echt multiplayer dan? Nee, absoluut niet. Nee, daar was ik super slecht in altijd. Ja. Het leuke aan die multiplayer battles is natuurlijk dat... Je hebt te maken met een tegenstander en die heeft een bepaalde samenstelling van zijn leger. En je moet er eigenlijk voor zorgen dat je zo snel mogelijk weet wat zijn samenstelling is, zodat je weet hoe je dat kan counteren. Ja. En dat is precies waar deze game om draait. Okay. Dus je bent eigenlijk continu op zoek naar die edge op je tegenstander. En die potjes duren maar 10 minuten. Het enige ding is, waar je in StarCraft gewoon met soort van met snelle units even moet gaan scouten om te kijken van hey, wat bouwt hij nu weer? Ja, wat kan die daarmee doen? En waar gaat hij naartoe? En wat kan ik verwachten? Mm-hmm. Dat hoef je nu eigenlijk niet te doen. Omdat je eigenlijk alle informatie al hebt. Je weet namelijk precies welke... want je hebt een unit deck. Je kunt kiezen tussen 6 verschillende units. En die kun je aanpassen tussen de potjes door. Dus je kunt kiezen tussen verschillende poppetjes die... Decks als in kaarten? Ja, een soort van een kaartendek eigenlijk. Maar dat zijn dan je units. Dus je kunt kiezen tussen 6 verschillende units. Mm-hmm. En die hebben natuurlijk allemaal hun voor- en hun nadelen. Mm-hmm. Maar daardoor kan je dus... Ja, daardoor kun je dus eigenlijk je eigen meta bouwen. Veel meer dan bijvoorbeeld wat je in StarCraft 2 hebt. Want iedereen heeft natuurlijk dezelfde barracks, dezelfde dit. En je kan er wel kiezen om een of andere tank beter te bouwen of een helipad of zo. Dat heb je hier ook wel. Je kunt kiezen tussen een tech of tussen de vliegdingen, zeg maar. Mm-hmm. Maar je kunt dus ook kiezen tussen die verschillende units. En dan wordt het echt interessant, want je kunt je deck van je tegenstander kun je ook bekijken. Mm-hmm. Dus je weet welke units die eventueel tot zijn beschikking heeft, maar dan moet hij dus wel upgraden een bepaalde tech. Of 2 keer upgraden, dan krijg je level 3 units. Of dus die vlieg units. Mm-hmm. Dus je weet eigenlijk precies wat hij doet. Dus je bent eigenlijk, als je een beetje goed oplet tenminste. Dus je bent eigenlijk gewoon continu bezig met oké, wat is hij aan het doen? En hoe en dat ben je ga aan ik, counteren eigenlijk. Hoe ga ik hem counteren? Of hoe ga ik hem op die manier vastzetten precies. Dat hij daar niet aan toekomt? Het wordt meer een beetje een soort van puzzelachtig iets dan of zo. Ja, alleen wel echt op extreme snelheid. Dus je bent echt enorm hard aan het nadenken en je moet ondertussen units blijven bouwen. Je moet je micro is daar heel erg belangrijk. Dus het eigenlijk minutieus regisseren van wat je leger doet en wie
lopen er vooraan en wie gaan daar langs en wie gaan daar langs en okay, wat God. Doe ik met mijn... Dus letterlijk alles wat ik kut vind aan RTS. Ja, nou dan moet je... Battle... Ja, nee, ja, precies. Ja, dit, ja, dat is ook niet mijn ding. Dan moet je Battle Aces niet spelen. Maar het leuke hieraan is dat het gewoon... Je moet continu aanstaan. Alleen die potjes zijn heel erg kort. Ja, dus als jij dat gewoon... Is wel chill, ja. En dat is het kutte aan StarCraft 2 als je multiplayer speelt. Op een gegeven moment... Weet je al dan dat je verloren bent. Dan weet je al dat je verloren bent. Maar je bent eigenlijk nog een beetje aan het vechten tegen de bierkaai. En dan heb je eigenlijk heel erg lang gedaan om iets op te bouwen. En dan vervolgens... Mm. Dat vinden heel veel mensen aan Battle Royales ook kut. Dat je gewoon 20 minuten ben je aan het looten. Je bent de beste wapens aan het verzamelen. En dan word je in één keer door je kop geramd. Yep. En dan heb je precies niks gedaan. Ja. En dat, zo kan StarCraft 2 ook wel een beetje zijn. En hier kom je eigenlijk direct in de actie. Je hebt altijd actie. En op een gegeven moment dan weet je heel snel van... Oké, ik ben nu verloren. Want er heeft een of andere gozer heeft zo'n waanzinnige unit compositie. Die kan ik nooit counteren met wat ik nu heb. Gewoon een verkeerde keuze gemaakt. Van, ja, dan kan je binnen 3 minuten klaar zijn. Is klaar. Hm. Weet je, dus dat heb ik gespeeld. Okay. En ik vond het best wel tof. En dit is wel echt wel een game die je gewoon af en toe even op kan starten. Maar ja, je komt... staat in de oog gespeeld dus. Ja, staat in de oog gespeeld. Kun je nalezen als je wilt. Kun je dan. En ik heb... de planning zetten. En ik heb Angry Food gespeeld. Angry Food. Anger Food. Ja, die ga ik dus... Dat was de game die ik wilde spelen voordat ik hier kwam. Omdat ik die ga reviewen. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb hem dus al flink gespeeld. Oké. En... Waarom heb jij die code eerder gekregen? Nick, wat is dit voor onzin? Of heb je hem? Sinds wanneer heb je hem? Deze week toevallig? Eergisteren, denk ik. Oh ja, ik ook. Ja, oké. Okay, dat was goed. Ja, ik heb er echt net om zitten zeiken ook. Nou ja, in de gamezomer hadden we natuurlijk die trailer hiervan. Ja. En dat ik dacht van, holy shit. Wat is dit? Ja. En toen kwam het persbericht in mijn mailbox. En toen dacht ik, oh, wat is dit nou weer? En toen dacht ik, oh, wacht even. Dat is die ene game. Precies. Toen dacht ik, ah, die wil ik best wel even spelen. En officieel mogen we die niet echt over hebben. Maar ja, fuck, het zit midden in de power praten of wat dan ook. Maar... We zitten een uurtje voor embargo. Oh, is nog een, oh ja, precies. Oh, oké. Okay. Tegen de tijd dat ze doorhebben, is dat weer klaar. Maar, weet je waar die ontwikkelaar, Free Lives, weet je waar die allemaal van is? Nee. Ken je Genital Jousting? Oh god, ja. Nee, zijn die van... Ja. Genital Jousting. Die zijn van... Wel een ineens maakt alles sens. Die zijn van Broforce. Ja, oh ja, Broforce wist ik, ja. Maar en die zijn van Gorn. Ik weet niet of jij die gespeeld hebt. Ja. Die was best wel kut. Ja, dat was niet zo boeiend. Gorn maar... to be alive? Gorn to be alive, die inderdaad. Maar mijn favoriete game van hun is Terra Nil. En dat was echt een super chille... je moet de planeet zuiveren van de smerigheid, pollution game. Ja, okay. Een soort van management game. En... Die was eerst op de mobile uitgekomen. Die heb ik uiteindelijk op PC gespeeld. Ik vond het super chill. Heel fijn sfeertje. Heel erg relaxte gameplay, maar heel erg bevredigend. En ook een soort van environmental message over don't fuck up the planet. Ja. Yeah. Maar als je kijkt naar die 4 games, het is zo extreem. Nou, 5 dus nu, met enkel voet erbij. Het is zo extreem. Zo'n extreme variatie zit erin. Het lijken allemaal totaal niet op elkaar. Je hebt een side-scrolling shooter. Je hebt een fucking rare top-down. Fuck each other in the butt game. Dat is wat het is. Ik kan het niet anders noemen. Ja. Je hebt, ik weet niet precies wat Gorn is, maar Gorn is volgens mij meer melee-achtige. Ja, dat is een arena fighter inderdaad in VR. Ja, nou, het is super ook weird, ook over de top met ragdoll physics en weet ik veel wat. Ja, en dan heb je een heel erg soort van vriendelijk, ik zou bijna cozy willen noemen, casual management game. En nou komen ze met een hele harde first-person schop game. Een beetje wat Devolver ook doet. Die doet ook van alles altijd. Ja, maar Devolver is een uitgever. Die is ook de uitgever van deze game. Oh ja, sure. Oh ja, true. Die is de uitgever. Okay, yeah. Dus die heeft deze game ook uitgegeven. En die is ook op zoek naar dit soort debiele titels. Ja, precies. wat me aansprak in die trailer... is natuurlijk die harde muziek en gewoon het meedogenloze tempo. Ja. En toen dacht ik van oké, ik ga hem opstarten. En toen speelde ik het en toen dacht ik, holy shit. Sterker nog, ik speelde het gisteren even. Ja. Gewoon nog even 20 minuutjes of zo. Ik denk van, nou, ik ga nog even een paar levels door, want ik wil uiteindelijk vandaag power praten. Ik wil het nog even over hebben. Mm-hmm. Dat wil ik dus ook. 20 minuten was ik gewoon echt
compleet fried, jongen. Het is echt, niet te geloven. Nou, misschien was het iets langer dan 20 minuten. Maar ik was gewoon, ik moest echt even wegstappen van de PC. Want ik was gewoon... Zoveel prikkels? Nou, ja, zoveel prikkels. Ik was bijna aan het trillen van de input. Het was niet normaal, omdat je dus... Je hebt verschillende levels. Het is eigenlijk een beetje Hotline Miami-achtig. Oh, ja. Maar dan in first person. Mm-hmm. En je kunt inderdaad het anger food. Je kunt schoppen, zeg maar. Mm-hmm. Maar je hebt ook guns. Je kan verschillende sneakers ook unlocken. Dat vond ik ook niet dope. Ja, je kunt sneakers unlocken en die hebben allemaal hun eigen krachten. Dus ik heb nu gebruik ik bijvoorbeeld een sneaker. Als ik iemand schop, dan krijg ik een kogel extra in mijn gun. Hoppa. Want je krijgt maar iets van 5 kogels in een normale revolver. Maar elke keer als je iemand doodschopt, dan krijg je er dus weer een kogel bij. En dat werkt best wel goed. Maar je hebt er bijvoorbeeld ook een die heeft dat is een uppercut schoen. Dus die is dan weer goed tegen eindbazen. Je hebt er eentje die is een soul-sucking schoen. Dus dan krijg je weer leven erbij op het moment dat je iemand doodschopt. Okay. Maar het is best wel een fucking pittige game. Holy shit. Je hebt super korte levels. Die kunnen echt binnen 40 seconden kunnen die klaar zijn. Maar je hebt een soort van... je hebt 4 verschillende gangs. En iemand heeft jouw sneakers gejat. En dat is Goo Cop. Het is een of andere corrupte agent. En iedereen in die stad is gewoon slecht. En die zijn daar heel erg oké mee. En ook de politie. Okay. Die treden op als er geen crime is, zeg maar. Dat soort dingen. Nice. Shit City heet het ook. Het is echt zo dol. En dus je hebt een beetje gangetje ding. Ja. En dan in iedere kom je op een gegeven moment in een kamertje uit. En daar heb je dan weer een nieuwe deur of zo. En die moet je altijd intrappen. Het is gewoon superleuk. En elke keer als iemand achter die deur staat, dan wordt hij natuurlijk helemaal gesplashed. Mm-hmm. En het gaat zo onwijs snel. Want ik door de muziek, het is echt zo boom, 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 boom. Ja. Beetje dat. Maar het deed me daarom ook aan Doom denken. Aan Doom Eternal en aan Doom... Ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Ja. En dat is ook zeker wel vergelijkbaar. Maar je wordt 2 keer geraakt en je bent dood. Dus ten eerste word je continu opgezweept om door die level, dat het level heen te jetsen. Maar vervolgens word je echt binnen 1 keer ben je bijna dood. Dus je hebt heel vaak gewoon trial and error. Maar ik was het dus eergisteren op de redactie aan het spelen. Luc die had hem op zijn wishlist staan. En toen dacht ik van nou, ik zeg even tegen hem mee. Ik had ook Ruan even gezegd van hey, je moet even proberen. Maar Luc die speelde het en die speelde het veel langzamer. Toen dacht ik, ja, hallo. Zo kan ik het ook. Die ging dan een beetje zo achter de muurtjes en dit dat. Terwijl ik echt zo rambam boterham, alles er volop. Ja, dat is het idee van die game, toch? Je kunt met dingen gooien, je kunt dingen laten ontploffen. Je kunt, nou, het is echt zo fucking grappig en het werkt zo goed. En het grappige is, je gaat dood. En dan lig je dus op de grond en dan zie je dus... Het zijn van die gekke poppetjes waar je tegen speelt. Het zijn soort van vergelijkbaar met een soort van cartoony-achtig Donkey Kong Country. Heb je van die grote krokodillen die zo... zeggen dat. Nou, zulke, die hebben dan een knuppel en dan heb je een bepaalde... het zijn allemaal met dieren gezichten. En sommige die hebben dan een handgun. Anderen hebben weer dan een soort van Uzi. Ja. Anderen gooien weer met granaten en als het dan ook. Want die granaten kun je dan weer terugschoppen, zeg maar. En dan ploffen ze weer. Okay. En het is zo'n gekke huis. Want je bent er zo doorheen aan het rammen. Maar elke keer als je dus doodgaat, dan zie je dus die gasten die... die jou dood hebben gemaakt, dan hoor je dus die muziek op de gang. En dan gaan ze op de beat van de muziek gaan een beetje lopen zo, dansen. Boom, boom, boom. Een beetje zo heen en weer wiebelen of met hun kruis zo naar voren. Zo, bah, bah, bah. Het is zo fucking dom, maar het is zo lekker. Het speelt zo lekker weg. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, de performance is niet ideaal. Want ik heb nu iets van 15 levels gespeeld. De eerste 10 waren oké. Okay. Op een gegeven moment kom je dan... Ik weet ook niet waarom, want die levels zijn redelijk vergelijkbaar. In één keer heb ik enorme frame drops. En in zo'n game wil je dat absoluut niet, want het is first person en het is super snel. Okay. Dan wil je niet dat die in één keer inkakt naar, weet ik veel, 40 fps als je de hele tijd 100 hebt gedraaid. Yep. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is wel echt een aanrader. Ik weet niet hoe duur die gaat worden, maar... Weinig waarschijnlijk. Er zijn best wel veel levels hoor. Want ik heb net die eerste gang heb ik verslagen. En er zijn er 4. En die hebben allemaal iets van 15 levels. Dus
Cool. En je kunt met al die verschillende sneakers dus ook vaak gewoon replayen. Dus ik heb dus nog mijn cover view af te maken. Dat wil ik vandaag doen. En dan morgen wilde ik eigenlijk... Nou ja, meestal is dat echt niet te doen. In één dag een game reviewen. Want je moet en schrijven en spelen. Ja. It's not doable. Maar ik wil nog een game review. En ik heb nog twee pagina's en ik wil nog of Flintlock of Flintlock komt ook binnenkort uit. Dat is een, die komt 17e volgens mij. Ja, maar ik denk dat die een beetje te lang is om nog zo op de laatste moment maar te dit doen. Is wel eentje. Maar je moet er wel een beetje voorbereiden dat het wel best wel pittig kan zijn. Ja, precies. Dus daar ben ik dus weer bang voor dat ik zeg maar. Nou goed, ik wil deze game wel aandacht geven. Dat lijkt me. Want Free Lives is een Zuid-Afrikaanse ontwikkelaar. En het is zo'n weird gevoel voor humor. En ze zijn zo experimenteel. Het is echt een van mijn favoriete... het is niet echt indie. Ik denk het is wel een indie. Nou ja, het zijn iets van 6 gasten of zo. Ik heb ik heb die Dev Diaries een paar van gekeken. En het zijn echt hele grappige gasten. Ja, dat moet echt gewoon idiot zijn. Ja. Dat ze dit allemaal kunnen bedenken. Wat genital jousting. Als je daarnaar kijkt, denk je echt van... Moet dit niet... Is dit niet een verboden game? Mag dit niet bestaan? Ja, precies. Dit zijn letterlijk penissen die in elkaars anussen moeten geschoven worden. What the hell? What the fuck? En Broforce was ook echt hilarisch. Ze hebben zo'n weird gevoel voor humor daar. En Terra Nil was bloedserieus. Nou ja, niet bloedserieus, maar er zat geen humor. Ja. Het was gewoon environmental en heel chill. Echt de meest chille game die ik gespeeld had. Het was gewoon... Ja, nu zou je dat een cozy game noemen, maar ik vind dat eigenlijk ook ergens een beetje... Dat is eigenlijk nu een ander woord voor casual. Dat is eigenlijk wat het is. Casual klinkt kut, dus dan maar cozy. Maar ik moet er nog een beetje in duiken wat cozy precies is. Want volgens mij mag iedereen dat woord gewoon gebruiken. Het is niet eens een genre of zo. Het is gewoon, cozy, gezellig. Maar ik ben heel erg benieuwd naar deze game. Tof dat je hem... Wil jij hem niet schrijven? Ik ga dus morgen op vakantie. Ik wil een kaartje voor je schrijven. Dat is wel leuk. Ja, cool. Ja, tof. Zal ik dan maar? Ja, ben je klaar? Zeker. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt gespeeld. Ik heb vorige keer gehad over... I mean, gotta remember. Over Darkest Dungeon. Zeker. Ja. Met zwijntjes en ik vind dat allemaal, ja. En nu heb ik dus deel 2 gespeeld. Want, zo wil het toeval... Wat? Deel 2 is al een tijdje uit, maar die komt nu... Het is recent uitgekomen op PlayStation 5. Dus ik dacht, dat was tijdens de gamezomer die ding is. En hij kwam ook op Switch, volgens mij. Oh. Ja, en dus heb ik even een code geregeld, want ik ben wel benieuwd naar het tweede deel. En ik zag rare mixed reviews daarvan. En mensen die gewoon niet helemaal wisten wat ze ervan vonden. En het was een beetje, het ging al over de place qua beoordelingen. Dus ik denk van, what the fuck is er gebeurd? Okay. Hebben ze een heel veilig vervolg gedaan of zo? Of hebben ze eigenlijk de game nog een keer gemaakt met een extra dungeon? Nou, nee. ik heb volgens mij nog nooit in mijn leven een game gezien, een tweede deel van een game, die zo extreem anders is als het eerste deel, dan het eerste deel, als Darkest Dungeon ten opzichte van Darkest Dungeon, Darkest Dungeon 2 ten opzichte van... Dat eigenlijk gewoon een heel andere titel moeten hebben. Het is niet meer in een dungeon, dus ja. Dat is best essentieel als je zo'n... Okay. Ja, het is niet meer in een dungeon. Het speelt zich gewoon op het aardoppervlakte af, niet onder... En Darkest Dungeon 1 was een side-scrolling... dungeon crawler, om het maar zo te noemen, roguelike. Dit is nog steeds side-scrolling... Het heeft nog steeds side-scrolling turn-based battles. Maar het is niet meer een side-scrolling dungeon crawler. Je gaat niet meer side-scrolling door dungeons heen. Je bent met een koets, ga je door een soort van... Nou, het is niet een open wereld. Ga je door een pad, door verschillende landschappen, door steden, door een soort van apocalyptische wereld. En het is allemaal heel erg fucked up. Het is nog steeds super Lovecraftian. Dat is wel heel chill. Maar met een koets dus, langs verschillende nodes. En elke node is weer iets anders. Maar deze game heeft zoveel nieuwe regels ten opzichte van deel 1. En zoveel andere regels. Wat? Dit is een noodgeval. Oh, Had ik in één keer in mijn hoofd. Ik weet niet of ik zeker of ik dit nummer ken. Geeft niet. Maar ik wil hem ook niet in mijn hoofd hebben. Nee. Dus laten we er snel over stappen. Zo snel als we het nu nog gaan. Maar je gaat dus verschillende... Ja, daar heb ik in het geval ook in mijn hoofd.
Maar dat is al heel erg anders, dat je zeg maar niet meer door de dungeons heen gaat, maar alle nieuwe regels die je moet aanleren, het duurde uren voordat ik snapte, voordat ik snapte wat alle regels was, wat alle manieren was, hoe je de upgrades kon kopen, combat items had je, maar je hebt ook in-items, je hebt ook upgrades voor je koets, je hebt allemaal nieuwe shit. En het duurde echt zo lang voordat ik door had van wat voor fucking game ben ik nou eigenlijk aan het spelen. En nu ik dat eenmaal door heb, het is nog genadelozer dan deel 1. En het heeft nog minder respect voor mijn tijd als deel 1. Want ik heb nog maar één run gehaald. En ik heb al misschien al wel 30 runs gedaan. En elke keer kom ik weer bij een eindbaas en dan haal ik het weer net niet. Of ik haal die eindbaas en ik moet nog een heel fucking tering eind door die region heen. En haal ik alsnog het einde niet, want je gaat van in naar in. Dat is een beetje je doel. Okay. En je gaat uiteindelijk naar een mountain. Dat is het einddoel. En dat is iets van drie regions of zo dat je daar naartoe moet komen. Dus daar zitten dan twee ins tussenin. En daar kun je rusten en daar kun je nieuwe items kopen. En voordat ik al door had hoe dat werkte, dat duurde al eeuwig. Dat duurde al uren en heel veel runs later. En ik ben nu zelfs video's aan het kijken van wat de fuck doe ik eigenlijk verkeerd. Want er is iets wat ik niet snap blijkbaar, want I'm fucking up all the time. En het is aan de ene kant echt heel bijzonder dat een deel 2 zo anders kan zijn en zo verfrissend ten opzichte van een eerste deel. Ja, verfrissend. Ik weet niet of ik het zo willen noemen. En aan de andere kant is het best wel frustrerend dat ik zoiets heb van, oké, ik moet eigenlijk een hele game opnieuw leren. Want meestal is het veilige van een deel 2. Van, ik kom in een soort van veilig padje terecht. En ja. Ik weet wel hoe wat extra dingetjes hier en daar. Heeft het helemaal niks te maken met het eerste deel? Ja, het is dezelfde stijl, hetzelfde personages. Maar die personages worden ook, je hebt minder personages, ze worden andere manieren geleveld. Je hebt nog steeds wel een groepje van 4, maar ze hebben allemaal totaal andere moves. En niet, zeg maar, nieuwe moves, maar ook een heleboel oude moves niet. Dat je denkt van, die move vond ik heel vet. Oh, die hebben ze niet meer. Oké, dat is jammer. Ik had één zo'n gast met een mes en een pistool. En die kon altijd mensen drie vijanden tegelijk schieten. En die move heeft hij niet meer. Misschien dat je die nog later kan unlocken. Okay, want je kunt allemaal nieuwe moves unlocken. Wat ook niet in het eerste deel was. Want je hebt nu een soort van verhaallijn per character. En die kun je dan op bepaalde notes kun je verder met hun verhaal. Wat best wel cool is. En dan unlock je nieuwe moves. En dat zijn coole nieuwe mechanics. Daar ben ik wel aan boord mee. En er zijn veel meer verschillende soorten eindbazen. En dat is ook wel vet. Want sommige eindbazen zijn eigenlijk, ik zat achter elkaar van, wow, holy shit, wat zie ik hier nu allemaal op mijn scherm gebeuren. Want ze zijn echt nasty. En je hebt van die vismannen, die hebben dan, die zijn een soort van lijken die dan door octopussen worden bestuurd. En het is echt best wel nasty. En het is nog steeds heel erg Lovecraftian ook. Een heel naar sfeertje hangt eraan. En de narrator die praat weer heel erg, weet je, met overdreven woorden die je nog nooit gehoord hebt. Precies zoals Lovecraft ook schreef. Die ging allemaal op synonieme.net. Ging die internet. Nee, ik kon niet, dat was 1890. Maar die ging, dat gevoel heb je altijd. Die gaat op synonieme.net kijken van, ik heb het woord gezellig, maar dat vind ik niet leuk. Dus ik ga een of ander woord die nooit meer iemand gebruikt heeft gebruiken. Zodat niemand het snapt. Dus het is, het is echt net wat ik zeg. Ik heb nog nooit een deel 2 gezien die zo enorm verschilt van een deel 1. Het is bijna een ander genre. Dragon Age 2 misschien. Ja, nee, maar die had nog steeds dezelfde core mechanics. Waren precies hetzelfde eigenlijk. Maar dit heeft gewoon het dungeon crawlen verruild voor een koetsritje door een region heen. Met veel meer verschillende opties op welke kanten je op kan. Ja. En je moet veel meer tactisch kiezen van, oké, ik kan daar wel langs, maar je hebt verschillende hindernissen. Dus je hebt bijvoorbeeld obstakels waardoor je wielen naar de tering gaan. En dan heb je drie verschillende wieltjes die geven aan van hoe vaak je zo'n obstakel aan kan. Mm-hmm. Maar je kunt ook aangevallen worden. Je koets kan ook aangevallen worden. Je hebt een armor en die gaat ook op. En als dat op is, dan word je aangevallen en dan krijg je een gevecht. En het zijn allemaal nieuwe mechanics die echt super lang duren. Van, in de in kun je bepaalde items gebruiken. Bijvoorbeeld om je insanity meter naar beneden te brengen. En zelfs het insanity meter gedeelte, zelfs dat werkt totaal anders. Want je hebt daar verschillende manieren waarop je je verstand kon verliezen. En dit keer is het of je verliest je verstand of niet. En dat is een beetje een soort van binair geworden. En ik weet nog niet eens precies wat de gevolgen zijn. Want je krijgt dan debuffs als je insane wordt. Maar hoe dat precies werkt, I don't know.
En de gevechten zijn moeilijker. En ik voel me ook iets minder powerful nu eigenlijk. Wat wel jammer is. Ik ga door een hele reeks van emoties heen met Darkest Dungeon 2. Ik weet echt nog niet wat ik ervan moet vinden. En ik wilde hem alleen even bespreken voor je er ook gespeeld. Van, oh, even een spelletje. Weet vandaar je. Ook dus al die mixed reviews. Want mensen weten van gekkigheid niet wat het is. Nee, die hebben zoiets. Nou, leuk. Een deel 2 van een game die ik heel vet vond. Maar het kan maar zo dat je deze game helemaal niet zo vet vindt. Omdat je dat koetsgedeelte niet vet vindt. Of omdat je het jammer vindt dat het... het aannemen van helden. Je had bijvoorbeeld in deel 1 had je een hele lijst van allemaal helden die je had aangenomen. En dat waren allemaal. En die helden waren verschillende classes. En nu zijn die classes is gewoon een held. Snap je wat ik bedoel? Het is niet dat er verschillende helden onder één class vallen. Nee, je hebt één man of war. Of je hebt één. Ik kan nu geen enkel voorbeeld noemen. Maar dus die heeft ook elke keer dezelfde naam. En die haal je elke keer aan het begin van je nieuwe run... haal je die op, dezelfde dude. En die kun je dus ook upgraden en die heeft zijn verhaal. En dat maakt ook sens, want... je kunt niet allemaal verschillende mensen... hetzelfde verhaal laten leiden. En dat is wel cool, maar... ik vind het heel erg gewaagd wat ze hiermee gedaan hebben. Ze hebben echt niet gedacht van, weet je wat? Veilig deeltje 2. Mensen vonden dit leuk, dat doen we dan nog een keer. Nee, het is echt... hoe gaan we het zo... compleet anders doen, zonder dat mensen het gevoel hebben dat ze niet dezelfde serie spelen. En wat ik wel vet vind, is dat de art best wel mooier is geworden. En wat ik zeg, de creature design is nog insaner gegaan. Dat is heel cool. Dus er zitten ook best wel wat voordelen aan. Maar het heeft weer op een hele andere manier heel weinig respect voor mijn tijd. Want hoe vaak ik wel niet dood ben gegaan op een eindbaas of vlak na een eindbaas. En dan ga je terug en dan haal je een hele sumier... beloningje hou je over. Dat je denkt, oh, want je krijgt kaarsjes en dat zijn dan candles of hope. En die kun je dan gebruiken om je characters op te graden en nog een paar andere extra's te unlocken. Maar soms krijg je er maar 5 en dan heb je een dat kun je bijna geen fuck mee. En dan heb je een uur lang een run gedaan. En denk van, dit is wat I get? Fucking 5 candles? Tof. Tof, man. Dus I don't know. Het is echt... Ik vind het heel bijzonder dat ze dit... hoe al deze beslissingen tot stand zijn gekomen over deze game. Dat zou ik echt wel een fly on the wall willen zijn bij de vergadering. Zo van, jongens, koets. Ga gewoon alles veranderen. Ja, dungeons? Nee. Ja. Maar nog wel Darkest Dungeon 2? Jawel. Maar geen dungeons? Nee. Ja, dat is wel een beetje dat gek, alleen al, weet je. Nee. Ergens heel cool. Ergens ook... Ik snap waarom de gemixte reviews zijn. En ik snap ook waarom... ik ben wel blij dat ik... deze game genoemd heb in mijn Love... of deel 1 genoemd heb in mijn Lovecraft in the Special... als een van de beste Lovecraft games. Want ik weet niet of ik deze dat wel waard vind of zo. Want precies. Het is een beetje te convoluted... en te ingewikkeld voor zijn eigen bestwil ook... op sommige punten. En als ik zelfs gameplay... als ik zelfs tipvideo's moet gaan kijken... om ervan te verzekeren dat ik niet iets heel erg belangrijks heb gemist... zeg maar, dan is je tutorial ook niet heel smooth, zeg maar. En als je al zo op moet letten bij een tutorial voor een tweede deel van een game, dat heb ik nog nooit in mijn leven gehad. Nee, het is wel zo bijzonder. Ja. Maar goed. Dus je had helemaal geen tijd voor andere games, begrijp ik. Nee. Nee, dat was echt... Dat heeft al mijn energie en verstand opgeslokt, deze game. Nice. En daarnaast heb ik nog ben ik nog heel bezig geweest met mijn 10 pagina's Marvel. Niet Marvel, de superhelden special natuurlijk. En heel erg gedoken in welke superhelden games er allemaal aankomen. Zoals bijvoorbeeld Black Panther game en een Iron Man game. Wolverine. Marvel's Wolverine. Holy shit. Die stond op nummer 1. Wolverine, dat is wat... Ik heb daar zin in. En heb ik heel erg om die lek heen geschreven, want ik wil natuurlijk niks vertellen wat er gelekt is. Ja. Dat is niet leuk. Ja. Ja, daar heb ik ook heel erg veel zin in, ja. En binnenkort komt Deadpool en Wolverine uit. Dus Wolverine is helemaal de shit. Ik heb ook over de verschillende filmuniversa gehad. Dus de Marvel en DC universes op het gebied van film. En wat ermee aan de hand is. En dat James Gunn nu alles overgenomen heeft. En dat hij opnieuw begint met een Superman film. En daarna komt een Supergirl film. En een The Authority. En... of het nog wel weer goed komt met het MCU, het Marvel Cinematic Universe. En dat het eigenlijk best wel een tijdje heel erg kut was. En dat ze nu hun shit weer aan het samenrapen zijn om zeg maar... Ja, Marvel, dat is echt al heel lang gewoon klaar, toch?
Nou ja, klaar. Ik bedoel, ze hebben een paar hele dikke flops gehad. Maar ik denk dat ze wel weer terug gaan komen. En ze nemen nu niet voor niks een jaartje een soort van sabbatical. Er komt maar één Marvel film uit in één serie. En dat, of twee series volgens mij. En dat is veel minder dan het afgelopen drie, vier jaar was. Dus ze gaan nu even... ze gaan echt wel een soort van rebootje doen. En ergens heb ik het gevoel dat Kevin Feige het een beetje heeft laten... Nou, maar dat is echt... Dan overschat ik hem misschien een beetje. Maar het heeft laten... hoe noem je dat? Imploderen. Imploderen om te laten zien van... Hey, dit was niet een goed idee, Disney, om al die fucking shit... Want hij moest voor Disney Plus al die series maken. Ja. Om die streamingdienst groot te maken. En ik denk dat hij... ik weet niet of hij bewust een signaaltje heeft afgegeven van... Dit is not how it works. Maar het is nu wel duidelijk dat dat niet werkt op deze manier. Zeg maar. Nee, precies. Want ze hadden een dikke moneymaker en dat hebben ze nu gewoon niet meer. Dus ja, ik ben nog goede moed over de toekomst van het MCU wat dat betreft. Wie weet, dan komen ze er gewoon weer bovenop. En superhelden is nu gewoon een genre geworden. Het is gewoon een ding. We gotta get used to it. Net zoals de Western vroeger. Dat was ook echt een extreme explosie van allemaal films. En toen was iedereen klaar mee. En nu komt er af en toe nog een Western uit. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou. Oké. Okay. Ik ben er de volgende keer niet bij. Dan moet je het doen met Cody. Wel leuk, want dat wordt zijn eerste keer in Powerpraat. Wauw. nee, we gaan het... jij bent er gewoon volgende keer weer gewoon bij, Wouter. Misschien heb je dan een nieuwe update. Ben ik er de volgende keer gewoon weer bij? Ja, dat had je beloofd aan mij. Is dat waar? Ja. Ik kijk me heel strak aan, dus ik geloof het niet op meteen. Ja, ja, ja. Ik begin meteen op mezelf te twijfelen. Ik heb het je gevraagd en zei je, ja, ja. Bij deze was dit niet de laatste powerpraat van Wouter. Ja, ik denk dat het de laatste was. Oké, top. Leuk. Okay. Dan hebben we het over de powerpraat van 24 juli. Heid. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Wouter, ik ga je voorlopig even niet zien. Dat komt met name door mijn vakantie. Mm. Maar hopelijk daarna... Nou, laten we maar vast even een datum prikken, toch? Nee, laten we het off-camera doen, deze Inside Baseball. Ja, nee, ik hoop je in ieder geval snel weer te zien. En hopelijk dan ook in deze studio. Dat zou de dream zijn. Ja, who knows? Absoluut. Heel veel succes met het tekenen van je contract. Dankjewel. Misschien heb ik hem nu wel in mijn mail, joh. Dat zou wat zijn. We moeten nog wel even na gaan denken over wanneer we de beste films van 2022 nog gaan doen. Die hadden we nog op ons lijstje staan. Die hadden we nog te goed. Ja. Ja, die hebben we ook beloofd. Je kan eigenlijk niet weg zonder dat nog even te doen. Voor de volgende. Je hebt nog één kans. En Cheered is er niet, dus he doesn't care. Dus let's go, echt. Beste films van 2022. Yeah. Over twee weken in de baan. Ja. Lekker. Dat is hoe je je podcast verkoopt, jongens. Hell yeah. Ja. Nou, bedankt Wouter. Bedankt Florian. Jij ook bedankt, Cheered. Jij ook. En laten we maar gewoon vanuit gaan dat dit niet de laatste is. Dat we elkaar zien. Afscheid namens inderdaad. Ja. Oké, okay, nou tot de volgende maar weer. Volgende week is Martin er met een special. Een Powerpraat special. Hij heeft namelijk twee filmmakers op bezoek. Oh, really? Doe maar. Ja. Dus dan moet je zeker even naar luisteren of naar kijken of beide. Okay. Tot de volgende.